Ik zou dat heel aanstootgevend vinden. Wat de fuck wil jij met mij gaan bespreken? Juist, Wat als het misgaat, gaat toch goed we dan? dan? We goed, gaan toch trouwen, we gaan toch niet scheiden? Wat zeg je nou? Ja. Hey, uh, één ding waar we trots op zijn met Gilly's Love Line is uh, de openhartigheid. die wordt tentoongesteld door mooie en boeiende mensen elke aflevering weer. Waar we trouwens ook trots op zijn, zijn de berichten die we ontvangen in onze DM's, mails of wanneer ik over straat loop met mensen die me benaderen over die ozo herkenbare momenten of persoonlijke verhalen die ze helemaal voelen. En soms delen ze zelf hun eigen verhaal. Uh, voor die kijkers die die energie met mij delen en het vertrouwen geven dat wij verantwoordelijk omgaan met hun persoonlijke verhalen, zeg ik dankjewel. Daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, voor vandaag. Weer een mooi en boeiend persoon. Uh, ik heb het over Senna Orchi. Senna Habibi. Uh, Welkom in Gilly's Loveline. Want dat is een tijdje geleden, hè? We ja. kennen elkaar. Ja. Dat is uh, jaren geleden. Tenminste, dat is dus nu de vraag. Ken ik je nog? Of ben je heel erg veranderd? Hetzelfde geldt dan ook weer voor mij. Ja. Laat maar beginnen met hoe gaat het met je? Ja, bij mij gaat het lekker. Ja? Ik vind het echt wel leuk om hier te zijn. Oké. Okay. En dat we op deze manier content gaan maken, maar ja, je zal het zo meteen wel vertellen. waar We elkaar van kennen. Ja. Dus het is gewoon echt heel tof om hier dan zo met jou te zitten, een podcast op te nemen ja. over hele persoonlijke dingen. Ja, oh, je bent dus, je bent al van plan te zeggen, hey, maar ik ga gewoon met deze man ja, delen. Ik weet gewoon ja. Love ik <laughs> ja, kan niet onpersoonlijk it. zijn. Nee, 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 zeker, zeker. Hey, wat we hier doen, even voor de duidelijkheid, hè, om het niet al te spannend te maken, maar inderdaad heel persoonlijk, we praten over de liefde uh, met het doel. Om uh, de liefde beter te proberen te doorgronden. Mm. En ik denk dat, wel, uh, dat dat dan wel lukt als je gewoon persoonlijke verhalen verdeelt. Uh, en gevoelens eigenlijk, hoe je ja. zit. Uh, want niemand is een expert, maar tegelijkertijd zijn we allemaal experts. want we hebben onze eigen ervaringen. Dat is mijn idee erbij. Ja. Toch? Ik zeg geen gekke dingen. Ja, dat is superpersoonlijk. Okay. Maar ik zei: hoe gaat het met je? Jij zei: gaat goed. En toen ging je over naar heel iets anders. Maar ik heb je zo lang niet gezien dat ik echt daadwerkelijk wil weten hoe het met je gaat. Maar het lijkt inderdaad goed te gaan. Als ik je zo uh, op Instagram zie. Ja. Al, al, alhoewel uh, Instagram uh, en social media... dat is uh, een vertegenwoordiging ja, is, is van de beste versie maar, van jezelf. Ja. Vooral in mijn geval, want ik ben Oezo? niet een hele, hele actieve persoon. Je pose, bent niet dus actief, hè? Je he? ziet echt maar een piepie, piep, ja. een beetje. Ja. Maar ik bedoel, zolang je leeft, je ademt, je bent gezond... Dan uh, heb je geen stress, toch? It's a beautiful thing. Ja. Uh, uh, we kennen elkaar. Ik zei dan, uh, maar kennen we elkaar dan nog? Uh, daar wil ik achter komen. Dat vind ik het leukst aan dit moment. Hè? Ja, want hoe kende, Dat... hoe kende je me eigenlijk dan? Nou, ik ga het even anders doen. Oké. Okay. Uh, ik wil eerst zeggen wie jij bent. Okay. Ja? Of tenminste, uh, 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 ja, als ik jou moet omschrijven, dan moet ik zoveel dingen tevoorschijn halen. Bijvoorbeeld uh, presentatrice, uh, onderneemster. Een stoere biker chick, nog steeds? Mm -hmm. Ja, nog Zie je? steeds. Een stoere bikerchick. Uh, een yogi. Ja. Zeg ik dat goed, want ik heb dat net voor de show uitgezocht. Ja. Hoe je dat noemt, iemand die yoga boven, ja. toch? Een yogi. yogi. Het <laughs> uh, zijn allemaal namen. Alle, allemaal namen, inderdaad. Maar uh, uh, dat zegt meer over wat je doet. Ja, Als ik me ga focussen op wie je bent, dan kan ik trouwens ook een lijstje tevoorschijn halen. Ik kan het niet eens vertellen. <laughs> maar, 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 oh. <laughs> hey, misschien komen we vandaag erachter. Maar als ik moet zeggen wie ik denk dat je bent ja. en één woord die sowieso de lading dekt. Oh, ik ben uh, echt heel benieuwd wat je zegt. Ja? ja. Uh, nou, uh, taboebreker. Oh, <laughs> ja. Sta je daarachter? Ik kijk met dat ondeugende. <laughs> wat <is> dat ondeugend? <laughs> God, je zo in je ogen. Maar, maar, <taboe -breaker> maar een taboebreker taboe zelf klinkt ondeugend. Kan ja. ondeugend klinken. Ja, klopt. Ja. Ja, maar sta je daarachter? Ja, daar sta ik wel achter. Ja. Leg me alsjeblieft uit wat jou een taboebreker maakt. Waarom jij dat van jezelf vindt? Um, nou ja, omdat dingen die taboe zijn, zijn vaak dingen die me heel erg aantrekken. Dat ik denk van, oeh, waarom is het taboe dan? Waarom mag iets niet? Of waarom wordt er niet over gesproken? Of waarom? Dat maakt me dan nieuwsgierig. Dat ga ik verkennen. Dat ga ik breken. Ja, nou, <laughs> ik, ik, wil, ik wil dat dan in eerste instantie verkennen. Gewoon wat zit er dan achter? Ja. Vaak zie ik dan dat die taboe dingen, dat daarachter eigenlijk iets heel krachtigs zit. Mm -hmm. Wat gewoon um, of gedemoniseerd is, of vanwege belangen van anderen oh ja. uh, taboe uh, bestempeld is en, mee, en daarmee in stand gehouden wordt. En ja, uiteindelijk als je dus ziet van hoe krachtig iets is, wat eigenlijk taboe is, dan uh, kracht wil je altijd doorgeven, licht wil je altijd doorgeven. Iets wat, wat je heeft geraakt en wat je mooi vindt, wil je altijd doorgeven. Dus dat uh, geef ik door. Maar als je het hebt over taboe uh, uh, breken zijn en uh, verkennen, heb je die instelling ook in de liefde? Om taboes te doorbreken in de liefde. In de liefde? Um, nou ja, ik, ik merkte heel vaak dat, uh, dat liefdes niet werken omdat er bepaalde taboes zijn uh, waar ik niet klaar voor was om te doorbreken. Oh, jij was er niet klaar ja. voor. Ik dacht dat je ging naar dat mensen niet klaar waren voor jou. Ook? Oké, okay, oké. Okay. Ook maar helemaal in het begin. Ik degene die. Uh, weet je, dat je gewoon vasthoudt aan dingen die je kent en wat je hebt meegekregen en dit is gewoon hoe het hoort. Oh, je wordt was is nog niet het de doen. taboe uh, breken die nee, je vandaag de dag was? Nee, uh, okay. in relaties, want je hebt het niet specifiek in In relaties specifiek in de liefde. Nee, daar was ik best wel Nogelijk. braaf. Gewoon doen okay. zoals je het hebt meegekregen. Ja, um, ja dat werkte niet voor mij. <laughs> en vandaag de dag? Vandaag de dag zoek ik in alles wel een randje op. Ja, dus dus niet ook in de, de liefde. zou boos doorbreken, ja. ja. Uh, maar werkt dat voor je? Of kom je dan erachter van: oh, uh, leuke ervaringen. Maar dat is ook niet wat mij voldoening brengt als ik op zoek ga naar de ultieme liefde of iets. Ja, dat wat is, solid dus is een beetje in de liefde en in heel, in heel het leven. Je weet het pas of het ja. voor je werkt als je het hebt gedaan. Ja. Dus ja, ja als, als, als je maar twee opties hebt, het een en het ander. Uh, als je altijd al het één hebt gedaan... want dat is wat de maatschappij je meegeeft... en dat is wat je van je ouders hebt meegekregen... of bij je ouders ziet... dan doe je dat. Uh, ja. Um, maar ja, je kan op een gegeven moment... als je merkt van oké, okay, dit werkt niet voor me... kan je op een gegeven moment voor gaan kiezen van... oké, okay, of ik ga doen wat ik altijd heb gedaan... en uh, ja. dan blijft het resultaat hetzelfde. Of uh, ik ga eens een keer wat anders doen. Dus andere optie bekijken. En is dat de fase van je leven waarin je nu bent? Um, ja... Ik, ik ben daar wel mee aan het spelen al een paar jaar. Mm -hmm. om, uh, om te onderzoeken wat voor mij werkt. Juist. Ja. Gezond. En dat klinkt heel zakelijk en formeel en zo, ja, maar dat is nee. wel wat het is. Ja, 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 dat betekent dat je met jezelf hebt gezeten, zo klinkt het dan. Met jezelf hebt gezeten, eerlijk ben geweest, want je gaf al aan, vroeger was ik zo niet taboe doorbrekend. Ja. En dat ik zelf terug trok van, wow, dat ben ik niet gewend. Nu ben je de taboebreker. We zetten het echt neer. Nu ben je de breker. maar ga je dus anders naar je kijken. Zo klinkt het, hè? alsof je ja. naar jezelf hebt gekeken. Ja. En nu ga ik het onderzoeken. Nee, vind ik goed. Vind ik goed. Uh, dus uh, dat klinkt ook dat je niet uh, bent per se waar jij wilt zijn of waar je nog kan zijn als we het over de liefde hebben. Inderdaad, dat klinkt heel zakelijk. Laat me het gewoon steden op vragen. Wat is je liefdesstatus? Status. Uh, Hoe noem jij dat, jouw vrij liefdesstatus? Vrij gezellig. Vrij gezellig. Ja. Oké. Okay. Okay. Maar check. Uh, oh jee, je daar kijk ik het. naar je. Yeah. Nee, je bent niet per se lastig om naar te kijken. Dat klein beetje wat je geeft, dan hoor ik van: oh, ze is nog steeds een leuke meid. En dan ga ik je een vraag stellen die je waarschijnlijk vaak krijgt. En dan gaat het niet eens om het antwoord, maar hoe je daarmee omgaat. Oké. Okay, hoe me kan zo'n leuke vrouw vrijgezel nou? zijn? Hoe dan? Huh? Hoe dan? Jij? Oh, ja, ja, dus. Ja. Je krijgt hem vaak. Ja. 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 ja, nou, hoe dan? Hoe ga Jij? ik daarmee om? Um, nou, in het begin. Eh, nou, in het begin. Wat is het begin? Als je jong bent, yeah. dan maakt het niet zoveel het geval. Uh, ik, vind, ik ben jong, dus normaal. Uh, bij mij was het ergens na 28ste, 29 e toen ik zo richting die 30 ging, ja. dat ik merkte dat ik die vraag niet meer tot mijn me naam, zoals ik hem vroeger, ja. nam, tot mijn naam. Nu okay. was het echt zo van dat ik antwoord oh, en toe een aan. soort licht irritaties Wat denk je ja. dat ik hem ergens online uh, kan bestellen, ja. en dat hij wordt thuis bezorgd, ja. en, uh, weet je dat je dat, dat gaat niet zo. Ja. Um, dus ik merkte dat ik er anders op ging, re ging reageren. Mm -hmm. Uh, dus dat zegt iets zo aan mij. En wat dat, dat het stiekem dan wel iets met je doet. Okay. Het voldoen aan verwachtingen van anderen. Ja. Um, Want iemand verwacht dus dat zo'n vrouw als jou... Uh, die moet vast in een of andere leuke relatie zitten. Ja. Of niet leuke relatie, ja. maar in ieder geval in ja. een relatie. Ja, hoe kan dat dat je geen leuke vent hebt? Ja, ja. Mm -hmm. Ja, dat vraag ik me ook af. <laughs> dus dat is uh, een van die dingen waarmee je zelf hebt gezeten? Nee, maar dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook af. Want ik krijg die vraag dus ook, hè? Ja. Ja, ja, ja. En, wil je dan geen kinderen? Oh, die? Ja, maar, oh ja, zo gaat hij verder dan daarom. Ja, dus de vrijpostigheid je om jou het te het vragen. Ik heb natuurlijk steeds meer. Ik zeg, nee, Ik ben bijna 30. Ja, moet je moet oh, wel ja. denken aan kinderen, hè? Want je hebt, je hebt een klok. Ja, je hebt met de klok te maken als een dus, vrouw volgens mensen. Ja, ja klopt ook wel, ook... maar ook weer niet eigenlijk. Ja, ik snap het. Maar ergens vind ik het gesprek gewoon ook denk van. Maar ik kan er toch niks aan doen? Dus oké, okay, je maakt me bewust van de klok, dat weet je al. Maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, dat, dat ik denk van ja, al die dingen die je zegt, ik, ik kan daar niks aan doen. Maar ik kan daar niks aan doen, dat betekent je wil wel degelijk kinderen of een gezin zelf. Ik wil een gezin. Ja. 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 Ik wil niet per se alleen kinderen, want hoe ouder je wordt, hoe steeds meer mensen je dan opties gaan geven van ja, maar misschien moet je overwegen om je ja, dus uh, eitjes we leven in te vriezen. In 2022, en te maar eitjes Ik in pas 32. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dus, maar die hele paniek die erop heerst van, maar moet je niet en kun je niet en misschien moet je. Maar, maar eerlijk, ook paniek bij jou misschien, wanneer je zelf alleen in bed ligt of helemaal alleen bent en erover nadenkt. En er is een verschil tussen paniek en uh, een gevoel van. Eenzaamheid of een ja. verlangen naar ja. een partner. Ja. Dus nee, paniek is er bij mij niet. Want ik ben wat dat betreft heel simpel. Ik heb zoiets van: Senna denkt dat zij in dit leven wel kinderen wil krijgen en een gezin wil stichten ja, ja. en noem maar op. Maar ergens heb ik ook zoiets van: er is een, 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 een destiny en dingen die wel of niet met tep zijn. Ik weet niet of ik dat mag gaan ervaren. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar het verlangen is er wel. Juist. Dus ik heb zoiets van: uh, bij mij hoeft het niet zo te zijn, is, is de drang niet zo groot dat ik denk van ik moet kinderen. Dus als ik zeg maar uh, 38 ben, dan uh, ga ik het op een en ik heb geen partner, ja. dan ga ik dat op een andere manier proberen. Oké, okay. dat hoeft voor mij niet. Dus voor mij is het of in een gezin wanneer, wanneer het zich zo ontvouwt, dan wil ik het heel graag aan anders. Of niet? Hoeft het voor mij niet. Oké. Okay. Ja, denk ja, ja. ik niet. Dan denk ik dat ik eerder bijvoorbeeld adoptie zou overwegen of wat dan ook. Ah, weet ik niet. Dat, ja, ja. Is, dat is dan. Dat moet je dan weer kijken maar ik inderdaad. ik zie mezelf niet ja. op een onnatuurlijke manier Juist. Um, mezelf bezwangeren mm -hmm. um, en dan, dan, dan daar kinderen uitkrijgen en mijn kind opvoeden zonder vader. Ik, uh, ik weet niet. Ik zou het graag in moederschap en met vaderschap willen doen. Juist. Vandaag dus de dag gezien... zie je dat niet uh, voor Senna. Uh, vandaag je... de dag speelt dat niet. Oké. Okay. Ja, nee. beter. Nee. Ja. Dus, uh, nou ja, wie weet. Maar jij hebt dan ook tenminste, ik ga dan even vanuit. Uh, 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 een gemeenschap. Want ja. je bent zelf mokker. En dan heb je ook een gemeenschap die, waarbij gebruikelijk dingen zo eruit zien? Uh, is dat ook een druk? Um, of denk je van leuk, maar ik, ik, familie, lukt tot, uh, familie druk tot daar en niet verder? Nou ja, alles heeft twee kanten. Ja. Ik denk leuk, het is ook. Fucking leuk. Ja. Weet je, mijn zus heeft uh, kindjes, ja. mijn broer, dus het is super leuk. Ja. Um, maar het is ook meteen een reality check. Mm -hmm. Dus die principes die ik zeg maar al heb, dat ik van, ah, het, ik wil het wel met een in partnership, dus met de juiste partner, noem maar op. Ja. En dan zie ik in de praktijk hoe het is om kinderen te hebben, denk ik van, ja man. Die solid foundation is echt belangrijk. Ja, oh, ja, <laughs> ja daar ouders ja, ja. een je goede relatie. En tuurlijk, weet je, relatie is, is uh, pikken en dalen. Ja, ja. Um, maar daarin wordt ik wel gewoon steeds weer... Um, wordt inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk het is... dat je gewoon echt wel een hele goede basis hebt. Ja. Want en, ja, kinderen is gewoon niet niks. Krijg je dan niet met respect voor alleenstaande ouders? Als je, als je nu al kijkt van... hé, hey, maar je hebt die foundation wel nodig. Hè? Maar yep. er zijn mensen ja. die het alleen doen. Ja. En misschien niet met één, misschien met twee, drie, vier ja. kinderen. Ja. Ja. Kan je er iets bij voorstellen voor jou? Nee, dus dat zei je al, want dat nee. wil je dus voorkomen. Als ik het vooraf kijk, je weet niet hoe het leven loopt. Hè? Misschien heb ik ineens een gezin en gebeurt er iets. En ja. blijf je als. Weet je, er kan van alles gebeuren. Mm -hmm. um, maar om het in gang te zetten, mm -hmm. uh, weet je, dan denk ik van idealiter doe ik dat op deze manier. Dus gewoon met mijn vaste partner een gezin stichten. Nee, wat ik tof vind, jij bent al helemaal en je hebt ook je, uh, uh, het antwoord klaar. Dat betekent, je hebt erover nagedacht. Uh, ik heb het over die mensen die dan vragen: van... hé, hey, maar zo'n leuke meid, waarom ben je zo single? En dan nog de vrijpostigheid om erachteraan te gooien. En kinderen, waarom ja. heb je die niet? Op ja. schiet, uh, hoor. Opschiet, hoor. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar daar word jij niet dan boos om, zeg maar. Nee, ik word er niet boos om. Maar uh, ja, het, het, het is meer dan de verwachting. Van dat iedereen maar verwacht dat... Kijk, iedereen groeit natuurlijk op met dat... Dat is je ultieme levensdoel of zo, hè? Uh, je groeit op en ja, dan... Voor vrouw als vrouw in elk geval, word je opgegroeid. Ik heb iemand hier in de show gehad en die zei duidelijk... Luister, uh, die stigma van... Uh, ik ben vrouw, dus ik moet kind maken, doe ik ja. niet aan mee. Wie zegt ja. dat? Ja. Dat kan ook, hè? Dat, dat, dat is je inderdaad... In ja. Je groeit op met dat je uh, groot wordt, trouwt, kinderen krijgt. Juist. Dat is het ultieme en doel. Dat is het doel in jouw leven. Ja. Ja. Um, en daar hangt mijn. mijn uh, 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 dat, dat gevoel waarvan ik zeg van ja, alles is. Weet je, Destiny en McTab en noem maar op. Mm -hmm. uh, daar hangt dat heel erg mee samen. Dat ik denk van. je kan kinderen krijgen als vrouw. Weet je, je kan je voortplanten. Ja. Maar het hoeft niet. Juist. Het is niet dat het, dat, dat het ultieme doel is. volgens sommigen moet het, hè? Ja. ja. Nee, dat geloof ik niet. Ik, ik okay. heb ook heel veel mensen in mijn omgeving die heel bewust geen kinderen willen. Ja. Um, dus dat is ook heel fijn weet je, dat je die kanten kan zien. En van oh ja, ja zo kan ja. het inderdaad ook. Of mensen die uh, geen partner hebben. en dan in, in samenspraak met iemand. Uh, zaad heeft gekregen, zwanger is geraakt. en het ja. kind, kind voeden ze samen op in co-parenting. maar ze hebben ja, geen ja, relatie ja. samen. Dus weet je, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Just. En dat vind ik mooi. Mm -hmm. um, dus als we het hebben over taboes. heb ik zoiets van: iedereen moet gewoon echt. Doen wat hij zelf wil. Ja. Als ze terugtrekken naar mij, ik doe het liever op de natuurlijke manier met een gezin. Dat is duidelijk. Ja. ja. Uh, jij maakte net de opmerking: ja, uh, waar moet ik die vinden dan? Uh, kan ik die ergens vinden? Wordt naar me toegestuurd. Ja. Maar ik neem aan dat het niet zo, uh, uh, zo zwart-wit is. Ik bedoel. Het zou met heel veel dingen te maken hebben, toch? Dus daar heb ik echt uh, jouw intent. Vergeet wat andere mensen zeggen. Want ik zit in diezelfde positie. Ja. Single en krijg precies dezelfde vraag. Oh, je bent zo leuk en dit. Oh, je zou zo'n goede vader zijn en dat ja. soort dingen. Uh, daarom uh, kan ik die emotie delen. Van, ik vind het vrij postig als je al dat soort dingen uh, vraagt. Hangt er vanaf ja. hoe en wie natuurlijk. Maar random people. Hey, Kom man. <laughs> maar en ik claim ook een beetje uh, die single life, want dat zorgt ervoor dat ik een leven kan leiden die ik nu leid. Hè? Mm -hmm. Ik kan mm -hmm. gaan waar ik wil. Ja. Ik kan gaan hoe lang ik wil. Ja. Naar een bepaalde plek in het buitenland, ja of nee. Met wie ik wil. Uh, uh, en hoe ik diegene wil. Uh, dus eigenlijk is het een soort van gekozen uh, single life. Ja. Maar tegelijkertijd, als ik dieper over nadenk, misschien ook niet. Precies. Want er is wel degelijk de laatste jaren gekomen hoor. Een verlangen van, hé hey, maar, ik wil wel, ik zal het. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dus tussenin zit ik. Ja. Yeah. Uh, dus mijn vraag aan jou, deze heb ik aan mezelf uh, uh, gesteld. Zit er een plan in jouw singleness? Um, nee, het is niet dat ik denk <laughs> van, ik moet eerst dit of ik moet eerst dat en dan kan ik me openstellen voor een man. Dat, dat heb ik niet. Ja. <laughs> zo vaak doet die mogelijkheid zich ook niet voor. <laughs> dus het is niet zo dat ik denk van... oh, deze mogelijkheid doet zich voor, maar ik ben niet heel druk. Dus uh, nee, okay, volgend jaar ja. alsjeblieft. Zo luxe heb jij niet. Nee, je nee. <laughs> weet je, al, ik heb zoiets van... kans op liefde is in mijn leven dan in elk geval... Um, komt gewoon al niet heel vaak voor, is zeldzaam. Mm -hmm. uh, dus als het zich voordoet, dan... Uh, explore ik dat heel graag. Yeah. Um, en ik heb niet zoiets van ik moet eerst daar of daarmee klaar zijn. Ik kan me voorstellen dat als je stappen wil ondernemen in samenwonen of trouwen, yeah. dat je dan misschien meer gaat nadenken van oké, okay, heb ik bepaalde dingen dan wel of niet waar ik ze hebben wil. Mm -hmm. Maar in het ontmoeten van en openstellen naar een relatie. Nee hoor. Ik denk dat dat zelfs een. Ik geloof in de kern dat relaties um, uh, verbindingen zijn waarin je leert over jezelf. Ja. Dus, okay. mm -hmm. dus dat je elkaar heel erg eigenlijk terugspiegelt wie je bent. Ja. En eh, ik zie of, mijn relaties eh, die ik heb gehad meer als eh, situaties en een gelegenheid waarbij mannen mij lieten zien en leerden hoe ik wil zijn als vrouw en hoe ik behandeld wil worden als vrouw. En andersom. Oké, okay, dus tegen de exen zeggen we, dankjewel. Ja. Ja, ja toch? Ja. Ja, dat is goed. Zeker weten. Oké. Okay. Nou, yeah. bedankt. Ja. Yeah. <laughs> All of you. <laughs> <laughs> you. Zijn er zoveel, van wel mee, toch? Kan... Um, wat zijn er dan? Genoog, wat, genoog, wat op, dat klassificeer dat... je als een ex? Nou, nou kan je zeggen, nou, het waren tien modules. Want het, is een, het is een soort opleiding, zeg jij. Ja, maar niet iedereen had module één. Oh, dat is het dus Dat is gewoon datingsfase. Sommige van die modules had je ineens moeten volgen. Nee, oh, zeker weten. Dat je denkt van, mm. ja, Die had ik ineens nodig. Als gewoon een iets betere intake hadden gehad, had je het wel geweten. Ja. Nee, oké. Okay. Uh, uh, volwassen, om ze te bedanken. Ja. Uh, misschien ook volwassen, om dan terug te kijken naar je uh, relaties die zijn geweest. En dan te kijken naar jouw aandeel. Uh, kijk je dan terug en dan denk je van. Oh, ik begrijp waarom ik single ben. Heb je dat? Meer, oh, ik begrijp waarom ik niet met een gemiddeld gemiddelde man kan zijn. Dat is een hele belangrijke uitspraak die je nu doet in dit gesprek. Want we komen dichterbij hè? waarop je zeker bent. Ik herken het. Daarom spring ik gelijk erop. Ik moet je niet onderbreken. Ga verder. Dus een gemiddelde man ja, gaat gemiddelde. het gewoon. Wat is een gemiddelde man dan? Um, ze, gewoon een, 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 een gemiddeld mens dat gewoon leeft, werkt. Um, slapen. Slapen, Poepen. eten, consumeren. Gewoon, hetzelfde. Werken. geen doel, geen ruimer bewustzijn, geen missie, gewoon een slaaf van dit systeem. Oké, okay, nu word je heftig. Zo iemand like denk ik van ja. Ja. Yeah. Maar wat nee. gelijk judgmental hè, wat je hier allemaal doet. Nee nee nee, het is niet judgmental, is gewoon heel erg praktisch. Want als ik denk aan, misschien wil ik mijn kinderen niet naar school sturen, misschien wil ik wel dit, misschien wil ik wel dat, dan moet ik wel iemand hebben die. Dat ruim, mee ja, 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 ja. kan kijken naar perspectieven. Was, nee, natuurlijk niet. Gewoon naar school. Dat is wat we allemaal hebben gedaan. Dat is wat we <laughs> gaan, gaan doen. En hoezo? School toch goed? Doen? Ja. Nee. Ja. Dus um, uh, 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 dat vraagt wel een level van bewustzijn. En ja, ja. en ja, dat is gewoon niet gemiddeld. Laten we zeggen dat die pool was zo. Maar nadat ik hier ja, heb gewonnen. Ja, zitten, <laughs> zitten we hier. Maar dat is interessant wat je zegt. Want als je zo in het leven staat, dan ook op andere vlakken, toch? Laten we nemen, je nam school, met kinderen en school als voorbeeld. Uh, geloof? Moet hij een bepaald geloof hebben? Uh, hij moet geloven. Hij moet geloven, ja. Tweede keer dat ik die hoor. Ja. ja. Hij moet geloven, dat is ja. wel belangrijk. Maar geloven, want kijk, die pool werd al steeds kleiner, hè? Waar ja. ik het over had. Ja, we gaan kijken, waar we eindigen. Um, uh. Geloven dat je echt snapt en begrijpt wat, die, wat dat principe is. Want heel veel mensen zeggen dat ze gelovig zijn mm -hmm. en dat ze geloven in één God. Yeah. Bijvoorbeeld in islam of in christendom, jodendom. Mm -hmm. Dus die beamen dat. Er is één God, er is één bron, bla bla bla. Met tegelijkertijd keuren ze alles af wat in andere religies of culturen uh, wordt geopperd. Juist. En ik denk van oké, okay, dus in principe geloof jij niet dat er maar één God is. Anders zou je accepteren wat anderen doen, want er is er maar één. Juist. Okay. Dus ze kunnen niet iets anders aanbidden, want er is er maar één, dat geloof je toch? Ja. Dus je zou in principe niet andere religies of filosofieën kunnen afkeuren. Ja. Misschien beter niet mee eens. Maar je kan niet zeggen: dit is niet waar, of dit is niet het woord van God. Of, of, of. Wat wel vaak gebeurt bij mensen die een religie aanhangen. Absoluut. Uh, religie en geloof zijn twee aparte dingen, by the way, maar ik haal het even tevoorschijn. Ja, en daarom zeg ik: iemand moet geloven, want wanneer jij echt gelooft dat yes. er. Um, één bron is, dan sta je heel anders in het leven en ga je heel anders met alles om. Ja. Op het moment dat je een religie aanhangt en daarom zegt, daarin zeggen we er is één religie Juist. en dat geeft mij het recht om dingen, weet je, om andere mensen af te keuren op wat zij doen mm -hmm. of hoe ze denken, dan denk ik van, oké, okay, heb je het niet begrepen. Juist. Oké. Okay. Poel is nu hier, denk ik. Maar, dat is wow, positief. Ah, gerust. Ja, er is, gerust nog hier... iets kleiner. Maar dat is een goed ding. Wat dat betekent, je selecteert naar iets wat bij je past en wat voor jou hard goed is. Dus ik, op zich vind ik het als, uh, ook, uh, we zijn van dezelfde tribe, single tribe, vind ik dat een uh, goede aanpak. Uh, geloof hebben gehad, kinderen. Oké. Okay. Mm. Financieel. Ja, oh, joh, is die belangrijk? is lastig. Ja. En dat waarom is die lastig? Van, dat was een van de dingen waar ik echt en nog steeds wel um, mee. Struggle. Kijk, ik kom uit een huishouden waar je als vrouw uh, op, fi op financieel gebied echt als een prinsesje behandeld wordt. Oh, dit is nodig. Dat heb je nodig. Uh, je staat aan de kassa bij een supermarkt. Je trekt niet. Als je trekt, is beledigend. Yeah. Weet je, je broer betaalt, vader betaalt, neef betaalt, whatever. De man betaalt. Yes. Dus in mijn, weet je, opgroeiend, laten we zeggen tot mijn uh, 22 ste um, was ik dat prinsesje dat gewoon altijd maar voor je betaald wordt? Juist. Yes. En dat het zelfs beledigend is, uh, dat wanneer ik zoiets heb van, nou laat mij het een keer doen. Dus dat principe zat zo diep in mij geworteld, dat wanneer ik een relatie startte, dat ik daarop uitgedaagd werd. Mm -hmm. Want als ik dat principe dus meeneem in een relatie, dus niet mijn vader, niet mijn broer, niet familie, uh, maar een vreemde man die ik aan het leren kennen ben. Ja. Yeah. Um, en ik stap in de relatie met. Senna is zelfstandig. Senna wil werken. Senna wil dit. Senna wil dat. Carrière gedreven en noem maar op. Uh, ik merkte dat, dat de keren dat we dan aan tafel zaten of dat we iets gingen doen. en ik trok niet. mijn portemonnee, dat, dat ik ergens een soort van ongemakkelijk gevoel kreeg. Want als je wat verder bent in de relatie en dus wat meer met elkaar gaat delen. dan denk ik van ja. Uh, als ik heel veel werk, laten we zeggen dat je samenwoont ja? ja als ik heel veel werk en hij werkt ook veel uh, waarom zou ik hem dan alleen alles moeten laten betalen mm -hmm. waarom kan ik dan niet mee betalen want ja ik werk ook juist dus um, daar werd ik op uitgedaagd op dat soort principes dat ik denk van ja ik ik kan wel het een willen maar ik spreek iets anders van wat ik geloof en doe spreek ik tegen juist ja dus um, dat, dat stukje Zelfreflectie, die er uiteindelijk voor ging zorgen dat ik uh, bepaalde principes ging heroverwegen ja, maar geloof ik dat wel en wil ik dat wel? En Met, niet... Wat geloof je vandaag? Um, gaan we het heel complex maken? Of eigenlijk, Kunnen we aan. ik geloof dat, um, kijk, iedereen is een autonoom persoon, mm -hmm. hij is een man, ik ben een vrouw, hij heeft een leven, ik heb een leven. We komen samen en dan ontstaat er een ja. leven. Dus we hebben samen een leven. Um, maar ook ons eigen leven. Ja. ja? Um, daarin hebben we gedeelde projecten. Het is alsof je een bedrijf gaat oprichten. Daarin heb je gedeelde projecten. Mm -hmm. En ik geloof dat in elk bedrijf. Um, moet je niet veel op elkaar lijken. Als je allebei dezelfde kwaliteiten hebt. dan kun je groeien, maar je komt niet helemaal vooruit. Okay. Dus op het moment dat je. Verschillende kwaliteiten kan inzetten. Mm -hmm. Dus dan kom je aan op rollen. Jij pakt deze rol, ik pak deze rol. Ik pak die rol, jij pakt die rol. Mm -hmm. um, dat je rollen gaat verdelen. Ik vind dat die rollen en kwaliteiten die moeten interchangeable zijn. Dat dat uitgewisseld kan worden. En um, zonder dat er, en dat is moeilijk, te veel verwachtingen zijn naar elkaar. Dus. Um, ik zou het heel fijn vinden als ik in een huishouden leef. Uh, met een huis, een auto en tuin en noem maar op. Zonder dat ik er iets hoef te betalen. Maar ik besef me ook dat de druk om zo'n huishouden te dragen op één persoon. ook niet altijd chill is. Dus daarin moeten we elkaar tegemoetkomen. Oké. Okay. En de rollen gaan verdelen. Ja. Want bijdrage in het huishouden hoeft niet alleen financieel te zijn. Mm -hmm. Dat doe je op allerlei manieren. Ja. Maar ja, dat moet dus allemaal besproken worden. Alles, ik geloof dat alle rollen. Ik wil dat hij kan koken, dat ik kan koken. Dat hij kan werken, dat ik kan werken. Dat, dat alles gewoon kan, afhankelijk van. Ik zit me voor te stellen ja. dat wij op een date zijn en de check komt. En dat je begint met: moet je luisteren? En dat <laughs> dit verhaal komt. <laughs> maar ik hoor je uh, uh, theorie uitleggen, maar wat is het in praktijk dan? Wat is het in praktijk? Dit is een mooi verhaal, klinkt ja. ook goed. Ja. Is dat niet gewoon heel veel tekst om te zeggen... luister, ik moet een man met geld hebben. Zwart-wit. Nee, ik ga hem anders zeggen. Okay. Hij moet stabiel zijn. Hij moet stabiel zijn. Dat is het, toch? Ja. Hij moet stabiel zijn. Want dat zijn. was mijn vraag op financiën. Je hebt het goed uitgelegd uh, in details... Maar hij moet dus wel stabiel zijn. Wat ik hij opschrijf. moet wel stabiel zijn. Kijk, heel veel, dingen, heel veel dingen zijn zo tegendraads. Ja, ja dat, is het, um, dat is het. Maar ik weet niet hoe lang we hebben, want dit is een ja, diep onderwerp. Kijk, ja, heel veel dingen, uh, voor mijn gevoel, zijn heel tegendraads. Maar dat is. That's fucking life. Um, ik wil werken, ik wil leuke dingen doen, ik wil creëren. Dat is een deel van mij dat wil creëren. Ja. Ik doe het niet per se voor het geld ja ik woon in een wereld waarin uh, uh, een tekening die ik maak niet mijn huur gaat betalen dus ik moet geld verdienen um, op het moment dat ik met een uh, man ben wil ik die ruimte hebben om dus wel gewoon te kunnen doen wat ik wil yeah. um, maar als ik bijvoorbeeld kinderen heb ik begin kinderen te krijgen mm -hmm. dan wil ik de mogelijkheid hebben om de eerste twee jaar gewoon thuis met mijn kinderen te zijn wil ik niet. Een man hebben die zegt van, hé, ja, ja, je moet je gaan werken, want jij betaalde altijd de helft van de uur en nu moet. Je... Snap ik je wat ik het bedoel? Ik zie een type man voor me, hè, met dat stemmetje ja, en die past inderdaad niet bij nee, jou. Nee, zeker niet. Ja. Dus het moet ook wel een man zijn die vanuit de basis in zijn principe dat jagersinstinct heeft um, en zoiets heeft van, ik ga er gewoon alles voor doen dat alles draait en ik kom met de buit naar huis en noem maar op. Weet je, die mentaliteit, dus gewoon het oerlijk instinct, ja. zodat ik me als vrouw kan overgeven eraan. Dus eigenlijk vraag ik ook een man die in heel veel dingen uh, de, de, de opposites uh, kan ja. zien en accepteren. Ja. Okay. Ja. Poel wordt nog ja, kleiner. Ja, ja, <laughs> moet ik lachen. Poel wordt nog nee, en kleiner. En ik ja. moet ook lachen omdat het uh, heel lastig herkenbaar is. Ik ja. hoor waarom mijn poel kle kleiner wordt. Kijk, want dat jij vrij gezellig bent en het helemaal leuk vindt, ja. dat is fijn. En dat, dat ervaar ik ook zo. Ja. Uh, maar toch merk je dan dat er een gedachte is, die sluimer, die zegt van, ja, dit vind ik nu fijn. En als ik dan een relatie heb, dan heb ik dit niet. Ja. Ja. Oké. Okay. Hoe fijn is het als je dat deel van jezelf nog wel goed kan meenemen in de relatie? Dat als je in de relatie zit en je hebt zoiets van fuck, luister, Klopt, ik heb echt niet. zin in een vakantie twee weken. Ik moet gewoon echt even weg ja. zonder kinderen en zonder jou. En oh, dat ja. dat gewoon kan. Ja, nee, dat is magical. Maar is dat Hoe het, wordt nog kleiner. <laughs> nog kleiner. Wat is dat realistisch? Ik denk dat het realistisch is als jij als persoon blijft. Uh, bewaken wat jouw behoeftes zijn en wat jij nodig hebt. Yeah. De andere persoon dat voor zichzelf doet. En je dus, en dat maakt een relatie een relatie, dat jullie samen zijn en like watching over each other. Dat je ook naar elkaar kijkt van, hey, wat heb jij nodig? Wat heb je wat heb jij aan, waar en wat, behoefte aan? Want als jij fok bent staan? als mijn partner, dan is, is mijn gezin yeah. is mijn, weet je dus Maar dan het, ga jij ook beïnvloed. harder rennen? Het beïnvloedt de processen. Ja, het is toch altijd, weet je, dan moet die harder rennen, dan moet die iets harder rennen. Juist, dus dat Tiedag is mijn vraag. Loop je de, wil, wil je dit deel doen, maar dat is niet realistisch. Want je, je gaf net het voorbeeld van, maar dan, wanneer ik dan zwanger ben, ik ben bezig, ik maak mijn eigen money. Maar wanneer ik zwanger ben, wil ik gewoon rustig de ruimte kunnen hebben. Dat ja. betekent dat hij springt dan in. Hij ja. gaat iets harder rennen. Ja. Uh, terecht, want jij bent daar bezig met sowieso iets uh, magical. Ja. Uh, dus jij verdient alle ruimte. Dat is een nieuw project. Juist, <laughs> zo zit ik erin dan tenminste. Uh, maar hij kan ook een moment hebben waar jij moet bij springen. Ja. Dan ben je er ook. Ja. Oké, okay. dat Precies, is belangrijk. Precies, want daar eraan. zie je dat het heel vaak misgaat. Althans, ja. dat zijn de verhalen die ik dan heb gezien. Dat de vrouwen die dus opgroeien zoals ik... van ja een man doet alles en je bent een prinses bij wijze van. Mm -hmm. dat, um, weet je, dat ze dan in een huwelijk zitten... waarbij eigenlijk de man al zijn plichten... en dan heb ik het niet over liefdesconnectie... maar gewoon zijn financiële plichten uh, nakomt. En op het moment... Dat, uh, en zij dan bijvoorbeeld jarenlang niks doet. En op het moment dat hij dan ziek raakt of er is iets of een depressie of uh, uh, tegenslag. Ja. Dat dat stukje financiën dan ineens op de schroeven komt te staan. En uh, dat dus eigenlijk nu de vrouw uitgedaagd wordt in wat ga je hiermee doen. Mm -hmm. Want ja, je hebt altijd verwacht en gekregen dat een man dat in orde maakte. Maar als het niet in orde is, wat doe je dan? En ik heb niet veel vrouwen gezien die zeggen van nou weet je wat, je hebt het jarenlang gedaan. Ik sta op, ik ga werken. Blijf jij maar even met de kinderen. Juist. Oké. Okay. Dus dat, 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 dan, dan, dan is er geen dynamiek. Je kan niet iets verwachten van iemand. Mm -hmm. um, maar dan wanneer jij in die positie gezet wordt, het niet terugdoen. Dat is wat een partnership voor mij symboliseert. Van, ergens schort er iets en Aha. een van de twee moet. Die springt al gewoon bij om dat te doen. En dat doe je samen. En als er één niet kan, dan moet je rennen. Oké. Okay. Uh, op seksueel gebied. Wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? Veiligheid. Dus het gevoel dat je veilig bent in iemands handen. Mm -hmm is dus net als met een dier dan zeg maar als je een dier veilig wil laten voelen moet je geen onverwachte bewegingen doen oké okay, oké okay, ja 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 <laughs> ja? ja dus um, iemand die goed afgestemd is op mij uh, en die container van veiligheid kan bieden mm -hmm. in die container van veiligheid gaat er openheid ontstaan in mij oké okay. eerst dat punt dan, bereiken ja en dan, het tweede wat ik dan nodig heb, is vertrouwen dat iemand daar met de op de juiste manier mee omgaat. Iemand die jouw plezier voorop zet. En iemand die voelt wat hij doet en niet zomaar doet wat hij doet. Ik zie je denken, die hersens kraken. Nee, niet eens. Uh, die hersens houden zichzelf in. Oh. <laughs> nee, want ik, ik wil bijna zeggen. Uh, versimpelen en zeggen. Dus wat je eigenlijk zegt. als ik je kan vertrouwen, ben ik een freak voor je. Punt. En als ze dat oh. punt niet eens hebben bereikt. dan zal je dat nooit ontdekken. Dat punt van. Dus jij zegt eigenlijk dat. die freak waar je het over hebt. Um, dat heb ik niet benoemd. Maar is dat wat. Dat zei ik heel veel over jou inderdaad. Het openstellen, is dat wat jij dan linkt aan de freak? Er zit een freak in mij, maar zodra je niet bij het eerste punt komt, gaat zij hem nooit leren kennen. Nee, het is niet eens. Weet je, om. Nee, het is gewoon letterlijk de meest simpele manier van openstellen. Je kan pas echt goed met elkaar verbinden en een goede seks hebben als je als vrouw je open kan stellen. Juist. Een vrouw die niet wil, kan je verkrachten en je hebt alsnog seks, maar dat is een andere manier van seks. Ja, ja. Dan wanneer een vrouw van binnenuit zich naar je opent. Uh -huh. En um, ik denk dat hoe meer je kan openen als vrouw, hoe dieper je verbindt met een man. En hoe intenser de seks wordt. Als jij op dat punt bent dat alles klopt, ja. uh, jouw partner krijgt dan die scène. Uh, hoe lang zijn we die Senna niet tegengekomen trouwens, vraag ik nu aan jou. Die Senna waar we het over hebben. Jij vraagt nu eigenlijk gewoon wanneer is de laatste keer dat jij seks hebt gehad? Nee, nee, Op deze manier zoals je dat omschrijft. Want zoals ah, je zei ook seks hebben, is seks manier. hebben, maar deze dus in de ultieme setting. In ultieme setting, ja, dat is toch wel even geleden met mijn uh, relatie, was bijna drie jaar. Dat is twee jaar geleden. Nou, yeah. al langer. Zie je? Lang geleden. Want, want je kan mij de vraag stellen wanneer je voor het laatst seks gehad maar stel je mij de vraag wanneer heb jij oh, uh, het laatst seks gehad dat je zegt oh, van echt. magical, echt, dan krijg je een ja. ander antwoord. Ja. En dat is heel lang geleden, ja. by the way. Ja. Dus uh, vandaar. Ik zal nooit zo vrijpostig zijn om je één op één te vragen wanneer heb je. Uh, maar dat is dus nou, heel ik lang niet, geleden. weet je, zo ken ik jou wel hoor. Ja, maar we hebben elkaar heel lang niet gezien. <laughs> Klopt. En er zijn drie camera's bij. <laughs> ja. Oh nee, maar dat maakt me niet uit. Dus daarom ben ik het zelf niet gebleven. <laughs> ja. ah, sowieso, sowieso. <laughs> uh, Nee, 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 dat is leuk. Uh, belangrijk. Belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja. Maar ik heb sowieso wel echt geleerd in mijn... Um, uh, vooral in mijn relaties, uh, wat seks echt is. Want wij groeien echt op met een heel uh, fout beeld van wij? wat seks is. Mensheid in deze wereld, en zeker in het Westen. Okay. Met, met uh, overvloed aan porno, wat je gewoon gratis kan kijken. Want je betaalt op andere manieren. Maar mensen groeien op met een beeld van seks wat eigenlijk heel schadelijk kan zijn ook voor je. Ja. Um, kijk, het is een, 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 een gevoel, een, een natuurlijk dierlijk instinct wat we allemaal hebben. Maar wat je ermee doet, de manier waarop je ermee omgaat mm -hmm. uh, en hoe je het gebruikt of misbruikt of verbruikt zelfs, uh, dat is echt heel belangrijk. Mm -hmm. um, en ik in mijn uh, relaties met, met uh, mijn ex. Um, hebben wel gewoon een bepaalde diepte kunnen bereiken om echt seks op een hele andere manier uh, te gaan beleven, dus ja. Maar jij zegt dan, uh, uh, en je hebt gelijk wat dat betreft, uh, hier in het Westen, met alles wat beschikbaar is, overvloed. En jij gaat dan naar pornografie. Maar damn, kijk op TikTok, dat alles ja. is al heel erg seksueel. Of ja. niet eens uh, porno op te zoeken, als ja. dat het voor je doet, zou je in principe al uh, daar voldoening uit kunnen halen. Klopt. Als het gaat om zelfmasturbatie of dat soort dingen. Ja. Ik kijk naar sommigen en denk van, hé, hey, it's too much man, Ik, ja. pauze. Uh, maar, oké, okay, dat is het Westen, laten we het Oosten nemen. Uh, uh, is het dan niet dat daar misschien, en dan even een scenario, hè, waar dus huwelijk is, uh, waar huwelijk dat ding is, yeah. niks anders dan huwelijk, uh, yeah. anders klopt het gewoon niet. Yeah. Wat zou jou in die setting dan mm, een voorsprong geven op wat jij noemt goede seks, in tegenstelling door uh, in het Westen waar alles zo beschikbaar is en daar is dus ding, zijn dingen beperkt omdat je weet niet meer dan die relatie met je man? Dus, me, dus verkennen is mm -hmm. not done in dat soort, uh, uh, ik kan in zo'n situatie in uh, dat gedeelte van de wereld. Mm -hmm. Want je noemt het Westen. Ja. Maar ik zie ook een voordeel in dat alles zo open Absoluut. is en al dat soort dingen. Kijk, alles heeft voor- en nadeel. Mm -hmm. uh, het Oosten, waar het allemaal wat meer bedekt of verborgen is. Ja. Of het moet uh, gebeuren in verbindenis met en weet ja. ik veel wat de heilige mensen. En het andere extreme, waar alles helemaal vrij is. Juist. Um, als ik terugkom naar wat ik net zei van uh, uh, seksualiteit en die energie, iedereen weet hoe dat voelt. Ja. Um, is, is natuurlijk, kan je niet omheen en zelfs kinderen voelen dat. Daar kan je niet omheen. Mm -hmm. En um, energie wil altijd kunnen stromen. Op het moment dat, dat de energie vast gaat zitten. Dan kan het nadelig voor je werken. Ontstaan er explosies uh, en, en heb je er geen controle meer over. Dus dan kan het controle over je gaan nemen. Mm. Yeah? Dus als jij bijvoorbeeld jouw boosheid nooit op een normale, goede, gezonde manier uitdrukt en je houdt het altijd maar binnen, dan komt die boosheid er gewoon op random momenten uit in gesprekken bij personen die het misschien niet eens verdienen. Dus als we kijken naar seks of seksualiteit, seksuele energie, het is een energie wat moet stromen. Op het moment dat je in het oosten leeft en alles is verborgen en uh, uh, verstopt. Um, en, en, en je wordt ook niet opgeleid over wat dat is, dan ga je dus onderdrukken. Dus Sennas-theorie hoeft niet zo te zijn, maar daarom heb je meer misbruik <clears throat> um, uh, en, en, en dingen die er gebeuren, dus meer, meer geweld ja. op dat vlak. Uh, in het Westen ja, is even heel ik, plat gezegd. He? Ik, ja, juist ja, is een plat gesprek. Daar, daarom wil ik je bijspringen. Uh, misbruik en wat je noemt, maar misschien dan intern en uh, verborgen. Want hier ja. gebeurt het natuurlijk ook. Ja. Maar daar kan het langer duren misschien. En dan nemen we een voorbeeld waarbij... Want het is niet overal in het Oosten zo, maar we nemen een voorbeeld waar het wel zo is. Hè? Ja. Uh, iemand getrouwd in een relatie, no way to get out. Dus die controle is volledig eigenlijk bij die man. Ja. 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 En als jij, wil, als jij niet wil als vrouw... Ja. Uh, dan heb je pech. Juist, juist. Dus dat, dat is ook wat ik bedoel met misbruik. En dat ja, is gewoon ja. ja, ja, nee, maar dat is maar als misbruik. Als we dan bijvoorbeeld inderdaad. kijken naar het Westen. Ja. Hier is alles helemaal openlijk. Mm -hmm. Sterker nog, um, hier wordt het gepromoot. Hier word je gepusht om dingen te bekijken waar het in zit. Want het zit in films, het zit in series, het zit in reclames, het zit overal. Het zit op TikTok, precies wat je zegt. Je wordt ermee overladen. Juist. Hier is ook misbruik. Het is niet zo van omdat, uh, omdat de daar stopt. Zit is er misbruik. Hier is ook misbruik. Mm -hmm. Want hier is het te veel. Het is niet geconditioneerd. Uh, en hier krijg je ook niet de juiste opleiding van wat het is. Dus over de hele wereld is seksualiteit een taboe. En leren mensen niet wat ze met die energie kunnen doen. Mm -hmm. Want je hoeft het er niet altijd alleen uit te seksen, dat is de meest primitieve en dierlijke manier om. Um, uh, om dat gevoel, om die energie te gebruiken of ja. verbruiken. Uh, maar het hoeft niet alleen met seks. Je kan op zoveel verschillende manieren je seksualiteit, je creativiteit gebruiken om dingen te creëren. Niet alleen kinderen. Ja, ja. Uh, je, misschien iets anders, maar wel in de buurt. Ik, ik ken het verhaal van mensen die aan semen retention doen ja. en die zeggen dan: Hey! En, en dan vraag ik me: Ja, maar wat doe je dan met al dat gevoel dat daar is? Ja, dan ga ik, ga ik sport. Ja. Creatief zijn. Ja. Die energie zet ik anders in. Ja. En dat hoor ik en dan kan ik me er iets bij voorstellen, inderdaad. ja. ja. Uh, is dat ongeveer wat je bedoelt? Ja. Als het gaat om je energie verplaatsen naar iets anders. Klopt. Dus ja. Ja, ja. eigenlijk gewoon die energie um, is gewoon creatievermogen. Ja. Daar kan je wanneer je seks hebt, dus gewoon kinderen mee creëren. Ja. Maar alles wat je creëert, of het nou muziek is, of poetry, of mm. whatever, is gemaakt met diezelfde energie. Ja. Is gemaakt met, met Seksuele creatieve energie. Mm -hmm. Dus je ziet ook heel vaak, en dat zie ik ook in de mensen die ik coach, hoe, uh, hoe, hoe grote bedrijven, hoe succesvoller de mannen, hoe meer ze doen. Uh, die hebben super hoge seksdrive. Die hebben heel veel creatievermogen. Ja. Um, en sommigen zijn op het punt dat ze doorhebben: oh wacht, ik kan dat channelen. Ik kan die energie verplaatsen en zetten in iets anders. En anderen hebben dat niet door en die zijn juist helemaal losgeslagen met vrouwen en zoveel mogelijk seks. Mm -hmm. Maar um, het is echt hoe je het gebruikt. Er zitten heel veel pareltjes in seksualiteit wat, uh, ik, waarvan ik denk dat mensen bewust gehouden worden in, in het misbruiken van dat. Juist. Dus het, het, het misbruiken van, noem jij, maar ook het, het eigenlijk het, het, het simpele van uh, seksualiteit en het, het eigenlijk groot consumeren want je ziet het in beeld je overal ja. krijg je het zeg jij ja. maar je zegt er is veel mooier kan en je kan er veel betere dingen mee ja. doen ja. ja, geloof ik ook geloof ik, ik ben ook uh, 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 waarschijnlijk uh, onderdeel van dat makkelijk met seksualiteit omgaan uh, alhoewel ik seksualiteit heel serieus neem ja. heel serieus maar is ook iets waar ik uh, nog dagelijks in moet groeien Vind ik. Want ja, ben want jij daar? Denk je dat je daar bent? Nogmaals, theorie ja. klinkt heel, heel leuk. Maar jij bent ook mens. Je hebt ook gevoelens en uurtjes En uh, bepaalde gedachten. Al zijn het alleen de gedachten. Ja. Ja, maar ik, ik denk. Uh, weet je, ik, de afgelopen jaren heb ik me heel erg verdiept in Tantra. Mm -hmm. En dat. Doe je aan dat is eigenlijk tantra? gewoon een leer. Doe je aan Tantra? Ja. Dat is eigenlijk Ach. gewoon een leer. waarbij je leert hoe je um, energie kunt. Beheersen, transmuteren, noem maar op. Ja. Um, wat vroeg je me nou? Oh ja, hoe dat gaat in de praktijk. Ja, nee, hoe dat bij jou uh, of jij daar geen last van hebt. Dus je, je legt het mooi uit. Je weet precies wat ja. goed is en wat niet goed is. Ja. Maar ik zei al is het alleen de gedachte. En toen ja, zei dat jij. Is het, dat is wel grappig, want oké, okay, je kan een gedachte hebben. Mm -hmm. uh, maar wat jij met die gedachte doet, is aan jou. Ik heb ook wel eens gedacht: deze motherfucker wil ik vermoorden. Maar wat ik daarmee doe, ja. ik doe het niet. Of dat anders, is wat anders. Laten we, laten we het bij het thema houden. Deze motherfucker wil ik opeten. <laughs> dat zal je ook wel eens ja, hebben. Ja. Dat kan je laten denken we het daar uit. houden. Maar wat, dus dat is één ding. Je kan het denken, maar wat je ermee doet, is wat anders. Mm -hmm. Wat je met het gevoel doet, is wat anders. Maar is het verkeerd denk... als je daarop uh, ingaat? Als je gewoon je gevoel volgt en ik zeg, en ik ga hem opeten? Uh, nee, want dan ga ik uh, beoordelen of. Intiem contact met een ander. Voor jouzelf bedoel ik eigenlijk. Nee, ik, ik ben op een punt dat um, ik zie dat seks uh, echt iets heiligs is. Uh, ja. Daar komen heel veel um, leringen ook uit. Het is gewoon iets. Um, <clears throat> Kijk, je kan het doen zoals wij het meekrijgen. Zoals je op uh, Pornhub uh, kunt zien bewijzen van. Gewoon leuk. Heel... Wat is dat? Pornhub is. <laughs> Hey, dus, weet je, het is ja. gewoon als je naar porno kijkt, is het, het alles draait om het doen, het klaarkomen. Juist, juist. juist en dan juist, is het juist. afgelopen. En dan zijn we er, toch? Bereikt. Precies. Maar niet eigenlijk als je, je verdiept. Eigenlijk niet. Sterker Helemaal nog, niet. als je, je verdiept, ja. zeggen ze die hoogtepunt, die, dat klaarkomen, ja. hoe aantrekkelijk en verleidelijk en moeilijk het ook is om te stoppen voor ja. dat punt van, van ontlading, mm -hmm. probeer dat juist niet te doen. Of in elk geval minder vaak te doen. Team retention. Een ja. beetje dat. Inhouden. Ja. Want wat gebeurt er op het moment dat je ontlaat? Ja. Al die energie die je hebt opgebouwd, creatievermogen, die laat je dus letterlijk meteen los. Ja. Daarna ben je moe. En daarna wil je slapen. Mm -hmm. Of je, nog een keer. Of nog een keer. Maar nou ja. even, even ditje tussendoor. Ik ben wat even ouder, boze. dus kan, kan. Ja, precies. Ja. Maar dat, dat zeg ik dus, omdat je voelt je moe. Het is echt... Deze, um, moet je nee, deze moet je niet mij uitleggen. Deze moet je goed uitleggen waarom het een goed idee is. Want mensen zien dat als het hoogtepunt. Hè? Yeah. En dan onladen zij yeah. en hij. Ah, lekker. En jij zegt: Nee, nee, nee niet per se. Nee. Het is een beter plan om dat niet te doen. Nee. Leg uit waarom, want ik probeer het ook te begrijpen. Oké, okay. um, als jij uh, um, bezig bent. En je houdt jezelf de hele tijd tegen. Dus je voelt dat je naar dat punt gaat, maar je komt weer terug. Nee, ik ga het nog niet doen. Ja. Je gaat naar dat punt en je komt weer terug. Hoe vaker je dat hebt gedaan, het uitstellen. Ja. Het moment dat je die hoogtepunt hebt. Ja. ik: zo zie je heel veel ja, energie hier. Ja, gebeuren dingen Goed hè. <laughs> Wat gebeur... Heb je het warm? Ik, het is fucking heet, maar jij ziet ik ook. Zie ja. door het gesprek hoor. Is gewoon oh. de, de omgeving. Vanuit oh, mijn <laughs> kant wel, maar is goed. Ga verder. <laughs> maar. Is jouw hoogtepunt intenser of minder intens naarmate je het vaker hebt moeten uitstellen? Mm -hmm. Dat is een vraag. Minder intens? Minder intens, ja, want sterker <hulling> nog, het fokt het op. Als ik me te veel inhoud en dat soort dingen. Uh, uh, ja, wat is inhouden? Want tegen, je, je, je wil dat het lang duurt. Bijvoorbeeld, ik wil dat het langer duurt. Yeah. Dan moet ik me inhouden, toch? Yeah. Dan kom ik met bepaalde trucjes. Yeah. Uh, hè? Ik wil, ik wil weten wat die trucjes tschak! zijn. En nou, uh, oh. bijvoorbeeld, uh, we zitten in Missionary en dan voel ik van, oeh, nee, oeh, wat een feest. Yeah. En, dan bam, en dan gooi ik je om en dan bam, en een, ah. een bekje bijvoorbeeld. Weet je, dat soort, maar die flow moet erin, flow blijft erin. Als ik echt nu zou inhouden op de manier hoe jij zegt, oeh, inhouden. Want je moet me nog uitleggen uh, wat voor positief daaruit komt. Ik zie je. Sorry hoor. Ja, die energie. Protecting. Die energie <laughs> is poppin hier. <laughs> Kijk, dan. dan you good? Zijn we ja, goed? Ja, uh, je hebt zoveel G gezegd -ha 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 -ha. waar ik op wil reageren. Uitademen, inademen. Van die pats, boom, boom, andere kant. Je zegt eigenlijk: Ik ben in verbinding met een vrouw in Missionary. Een, 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 een houding waar heel veel vrouwen voor Jij stelde mij voelen. de vraag: als je hem tegenhoudt, ja. wat doet dat voor je climax? En ja. ik, ik zeg: het vocht het juist op als ik me bewust zou inhouden. Van, oeh, weet je, dan merk ik van: oeh, uh, zelf okay, meegemaakt ik, dat ik opnieuw ik gestart moest worden. Ik ga het anders stellen. Ja. Je bent begonnen. Ja. Je hebt één keer naar dat hoogtepunt gewerkt. En je denkt: nee, nog niet. Dus je krabbelt terug. En daarna werk je weer naar het hoogtepunt en ontlading. Ja? ja? Hoogtepunt bereikt. Ja. In situatie 2 ben je bezig, ben je, je bent begonnen? Hoogtepunt? Nee, ik ga het nog niet doen. Dus je krabbelt terug. Ja. En dat terugkrabbelen heb je nu 5, 6, 7, 8 keer mm -hmm. gedaan voordat je naar het hoogtepunt gaat. Ja. Welk hoogtepunt is intenser? Die ene waarbij je vaker hebt moeten kalmeren ja. of die ene waarbij je maar eigenlijk gewoon meteen hebt gedaan. Of na een tweede keer? Hebt? Ja, dat verschilt nogmaals, joh. Dat verschilt. Weet je, want weet je, ik hoor je het uitleggen. Weet je wat hier ook belangrijk is? Allemaal leuk dat jij daarmee bezig bent. Maar je partner met wie je dan bezig ja. bent... Ja. die moet ook op een bepaalde level zijn. Want het moet klikken, toch? Ja, Misschien dus. Misschien is die daar weet niet wat helemaal mee dat betekent? Mee bezig. Nou? Dat mijn pool nog, nog kleiner, kleiner wordt. <laughs> We beginnen langzaam te begrijpen waarom jij in ieder geval Precies. single bent. Zo'n leuke vrouw met zoveel kennis. Ja. Misschien ze die kennis in de weg, joh. Nou, dat hangt. Nee, hoor, want als ik dan ontmoetingen heb met mensen De die op dezelfde mensen. level zitten, ja, ja, ja. Nou, dan ontstaat er magie. Dat, 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 dat geloof dus ik. Dus ik, ik vind het heel waard om uh, als een oud wijf te lezen, van terwijl ik nog dertig ben. Maar nee. die paar keren dat ik in verbinding ben, ben ik goed in verbinding. Dan is het gelijk goed. Ja, 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 ja. Nee, dat geloof ik. Dus en en het gaat dat... voor kwaliteit, kwaliteit, goed zo, goed zo, goed kwaliteit. Zo. Eens, eens, eens. En en discipline moet je daarvoor hebben. En jij hebt dat, want dat remmen, dat doe jij dus als je zo'n persoon tegenkomt. Uh, dat inhouden. Tot zelf nee, ja. helemaal niet voor die climax gaan. Sterker nog, de focus ligt niet op de climax. Oeh, daar moet ik echt naartoe groeien hoor, ik zie dat niet. Uh, nee. Nee. En, maar die climax komt nooit. Want wat is het doel kan. daarachter dan? Oké, okay, en wanneer die climax komt, uh, wat is dan de functie van de climax? Als het hem niet zit in de climax. Wanneer je dan daadwerkelijk komt, wat is dan de functie daarvan? Is het alleen om. Wat is het, de functie van klaarkomen dan? <laughs> ja, dat vraag ik me af. Um, Volgens jou dan, als het, als het hem niet daarin zit, wat is dan de functie van Het kan van verschillende wat... functies ja? hebben: babytje maken, iets anders creëren, um, of gewoon uh, pleasure. Die, dat dat ja, die dierlijk pleasure, is denk ik. De maar je hebt die pleasure dan zo lang mogelijk, dat dierlijke heb je zo lang mogelijk uitgesteld om uh, trouw te zijn aan het principe van, nou, daar zit het hem niet in. Nee. Als je blijft mensen, moet eruit, hè? Nou, ja, maar het kan ook anders. Uh, ik zie hoe fijn uh, zo'n hoogtepunt ook is. Uh, het is de laagste level van uh, genieten van <laughs> intimiteit. intimiteit. Ja? Ja. Dat is de laagste level. Ja. Oké. Okay. Als je heftige Als je weet wat je er nog meer mee kan doen. Ja. Dan. Um, dan denk je van: oké. Okay, dan ga je de krachten van inzien. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Nu ben ik wel heel open, maar ik ga het toch even delen. Mm -hmm. Ik heb ooit, en dit is dan zonder seks te hebben. Ja. Uh, is ook maar één keer gebeurd. Maar een full body orgasm gehad. Ja. Je was een full body orgasm S gehad? Zonder penetratie. Oh, nee, leg me uit wat een uh, full body dus orgasm gewoon is. Gewoon letterlijk een orgasme over je hele lichaam. Dit was tijdens een, tijdens een ademsessie. Mm -hmm. Het is niet dat iedereen dat krijgt tijdens een ademsessie, maar mijn intentie was om seksualiteit te uh, onderzoeken. Ja. Yeah. Toen had ik een ademsessie en <clears throat> als je wel eens een ademsessie hebt gehad, dan weet je dus hoe het voelt wanneer van alles loskomt in je lichaam, omdat je overal dingen voelt stromen en tintelen. Wanneer je normaal gesproken een orgasme krijgt... dan voel je het rondom je navel mm -hmm. iets lager. En dan wanneer je je hoogtepunt hebt bereikt... dan gaat het zeg maar die kant uit. Dus echt naar voren, toch? Het gaat zo uit je. Uh, wanneer je een full body orgasme hebt... wat ik heb gehad tijdens een ademsessie... maar wat je dus heel bewust kan trainen... Um, wanneer je intiem bent met iemand... of wanneer je intiem bent met jezelf... dan um, is die energie wat hier is opgebouwd... niet alleen lokaal hier... En dan gaat het niet alleen daaruit. Maar het, het begint helemaal aan de onderkant van je ruggengraat. Mm. En dan schiet hij omhoog. Je gaat zo over je ruggengraat hier terug naar voren. En dan weer omlaag. En dan schiet hij weer omhoog. En die gaat in een soort van um, spiraal. blijft hij op en neer gaan. En dat is zo intens. En dan dat gevoel wat je dus normaal gesproken hebt wanneer je klaarkomt daar. Mm -hmm. Heb je nu over je hele lichaam. Voorzij, achterkant. Intern, oh. maar dan ook overal. Gewoon alles in je en om je heen is er een soort van ontlading. En dat is zonder aanraking, zonder dat het iets seksueels was. Hè. Dit was gewoon puur een ademhalingstechniek en blijven oefenen. Dus het heeft helemaal niks met seks te maken. Dat klinkt intens. Die was heel intens. Ja. Toen dacht ik van, ja, als je zo kan uh, climaxen. waarom ze dan zo centraal alleen hier en dan daar naartoe en ja. daarna nooit meer zin hebben? Ik denk dat ik zojuist een full body exam heb gehad. <laughs> ik ga even schoonmaken, dus we gaan pauzeren komen. Okay, terug. Ga ik even afkoelen? Hey. Het klinkt net net zo ik dacht: van, Oh ja. <laughs> Iedereen gaat het dit zien. Gaat <laughs> mijn moeder zeggen: Waarom praat jij over seks? <laughs> yes, yeah. Dacht ik: Oh ja, kut. Yeah. Gilly's Love Line. En uh, ik kan waarderen dat we best wel diep zijn gegaan over uh, het single zijn. Ja. Over seks ook nog. Nee, die full body orgasm door het ademen. Ik wil het bijna gaan doen, want... Hoe heet dat eigenlijk? Holotropic breathwork. Juist, dat. Even mm -hmm. <laughs> uh, een F disclaimer, hè. Het is niet, want ik geef die sessies ook. Het is niet zo dat mensen die nee, het doen, oh nee. standaard dat nee. ervaren. Absoluut niet. Ik heb nog nooit <laughs> meegemaakt dat iemand in mijn sessie <laughs> nee. dat heeft meegemaakt. Nee. nee, maar des te mooier dat je die unieke ervaring deelt hier begrijpen, Maar dat is dus niet gebruikelijk. Niet dat je nee. niet... Meld je ja, vooral oh, aan, ook. maar niet om die reden. <laughs> nee. Ja, ja. nee, maar oké, okay, want jij geeft dus uh, 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 sessies. Ja. Uh, hoe noemen we dat? Eigenlijk help ik mensen gewoon bij hun binnenwereld. Ja. En de ja. tools die, daar, die we daarvoor inzetten is voor iedereen anders. Voor sommige is dat in gesprekken met de anderen, is dat echt ademhalingstechnieken. Is dus afhankelijk van wat er speelt en waar iemand naartoe wil. Uh, want dan zei ik in het begin, ik en Senna kennen elkaar uh, uh, van uh, toch wel way back, uh, tijd gaat snel. Zo, maar 12. ik heb je lang niet gezien en het meest mm. opvallende was die spirituele journey van je. Mm. En je bent een hele coach geworden die mensen intern helpt dus. Mm. Ik wil dan meer focussen op die spirituele journey. Okay. Want vroeger met al mijn vooroordelen, <laughs> uh, uh, als ik zag dat uh, iemand die niet uh, gewend was yoga te doen... Mm. Ik noem er nu even yoga op, maar al die dingen eigenlijk wat jij doet... En die daarin valt, uh, dat komt altijd voort uit een verdriet, een heartbreak, mm -hmm. een teleurstelling, een situatie waardoor jij daarnaartoe wordt gestuurd. Uh, en dan komt dat op je pad of zo. Ja. Is dat ook zo bij jou gelopen? Ja. Oh ja, zie je het? Er zijn momenten in dingen. je leven waarbij je denkt: van oké, okay, wacht, we gaan ja, het op, even Heel anders, doen. anders. Ja, heel anders. Want ik ken ja. jou als uh, dus ambitieus uh, meisje, ja. vrouw inmiddels, maar ambitieus uh, jonge dame toen. Uh, rennen, rennen, rennen hè? in de mediawereld, uh, onderneemster ook nog, die wil iets neerzetten en dan, contrast ook. Senna doet nu yoga, ja. wat is gebeurd in de leven? Ja. <laughs> nee, wat zo kijk ik ernaar. Maar wat, wat heeft jou getriggerd dan dat je daarin bent beland? Um, nou ja, ik was precies wat je al zei, heel erg gewoon jarenlang rennen, 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 werken, dingen doen, allerlei weet je, dingen proberen, onderneming hier, onderneming daar. Um, en op een gegeven moment uh, zat ik uh, in een relatie al twee jaar. Toen waren we verloofd. Uh, nou, toen moest de bruiloft gepland worden. En ik merkte daarin dat. Um, ja, daar begon voor mij dat ik vraagtekens ging stellen bij alles wat ik aan het doen was. Oké, okay, maar dan ga ik trouwen. En dan krijg ik kinderen. En dan, en dan ga ik mijn kinderen meegeven wat ik heb meegekregen. En dan. Voet ik ze op in deze wereld. Dan zeg ik, ja, alles wat je wil kan. Alles wat je wil bereiken kan. En um, ja, dat was het. Ik denk, ja, dit is toch niet het leven? Oké. Okay. Ik dit kan toch niet het leven zijn? Ik was 25, en ik had zoiets van: dit kan niet het leven zijn. En dat is natuurlijk een moment waar je recht op hebt. en wat je uh, oprecht voelt ook echt op dat ja. moment. Dat speelt met jou. Maar aan de andere kant. Nee. Heb je daar dus nog een verloofde? Ja, besef je met ik denk 25 dat gaan gaan je ja, denkt van, is dit het leven? Ja. Dit kan toch niet het leven zijn? Is dit het? Was dit het? Was dit het? You got cold feet, zeggen ze eigenlijk ook. Hè? Ach, ik had, gewoon, weet ik niet, zo ik had noemen. gewoon geen voeten meer. <laughs> nee, <laughs> nou ja, ik, ik begon ineens. Ik denk dat dat voor mij een cruciaal moment was, omdat ik um, op het punt stond een, een, een nieuwe stap te zetten. Wat Waarbij dan ineens een andere persoon betrokken is. Ja. Maar ik ging gewoon heel erg nadenken over kinderen krijgen, opvoeding. Um, en ik had zoiets van, wat wil ik eigenlijk in het leven? Wat is het leven eigenlijk? Want dit kan het niet zo zijn. Weet je, ik heb, alhamdulillah, dank, alles had ik. Uh, maar ik had gewoon geen goed gevoel. Ja. ja, je kan dus alles hebben, maar het niet voelen. Ja. Zoveel als een keer op vakantie en dat je niks voelt. Weer een uh, weet je, leuke nieuwe baan of leuke opdag, maar ik voel niks. Leuke vrienden, maar ik voel niks meer. Goede familie, iedereen is in orde, maar ik voel niks. En dat ja. was voor mij dat ik dag van ik voel niks meer. Het is gewoon, ik ben een soort van robot, alles op automatisch piloot. En weet je, alles wat ik wil, komt wel naar me toe. Dus het is niet dat ik ergens depressief in de dingen zit, maar stiekem was ik dus gewoon depressief. Dat ja, ik gewoon is belangrijk, me niet goed je, voelde. Ja, en niet door had. Nee. Want je zegt, ik heb alles, alles gaat goed. Ja. Uh, tenminste, mensen zeggen dan, dit gaat goed. Ja, dan komen mensen naar je toe. Maar je hebt een goede baan, je hebt een mooie woning. Je gaat trouwen, je bent verloofd. En je kan reizen wanneer je wil. En je... <tiedertijd> uh, doe even normaal. Jij moet je goed voelen. Uh, en toen begon bij mij een, een gevoel van ondankbaarheid heel erg te sluimeren. Dat ik ging twijfelen. Ik dacht van, wacht, dus je doet alles, maar je bent gewoon niet eens dankbaar... voor alles wat je hebt en wat je doet... Dacht ik dacht, is dat het? Dat is het toch niet? Want ik ben heel dankbaar. Mm -hmm. Maar ik voel het niet. En dat was gewoon, um, ik wist niet wat het op dat moment was. Maar omdat ik dus alles, zeg maar, uh, voelde gewoon niet goed meer, ben ik alles gaan stoppen. Dus de relatie, baan, uh, bepaalde vrienden. Ik ging gewoon, omdat ik niet wist waar het aan lag, eigenlijk alles afsluiten. Ja. En daarmee kwam ik in een soort van isoleringsproces. Ik was heel veel thuis. Uh, en ik merkte dat er gewoon een aantal vragen waren die niet uit mijn hoofd gingen: wie ben ik? Wat ben ik? Wat doe ik op deze wereld? Wat is deze wereld? Geloof ik in God? Ben ik islamitisch? Zelfs dat kwam voorbij. Ja. En uh, dat waren gewoon een paar vragen waar ik de hele tijd mijn antwoord op wilde hebben. En. Uh, dat was dus het begin van een spirituele reis. Dat wist ik toen niet. En, en is dat iets wat je bij jezelf hield? Al deze ja. vragen en ja. niet dat je met mensen deelde. Nee, yo, dit, ah. nee want weet je, je komt natuurlijk al uit een fase waarbij dat, dat je met mensen bent en dat iedereen gewoon ziet van. <laughs> Senna leeft niet helemaal meer of zo, weet je gewoon. Ja. Of dat gesprekken, de gesprekken waar ze het, het over hebben, dat ik dat voel je gewoon, Ik voel het oh, niet, dus ik kan me niet meer mengen ik. in gesprekken. Ja, dus ik was ja. me helemaal dat ik gewoon aan het vervreemden was van mijn ja. eigen omgeving. Weet je, mensen die je al jarenlang kent, maar op gewoon op, op een gegeven moment niet meer mee klikken, dat ik daar gewoon niet een normaal gesprek mee kan voeren. Mm -hmm. um, maar ja, weet je, alles waar we het altijd over hadden. En ik toen ook interessant vond, dat waren nu allemaal dingen waar ik mijn vraagtekens bij ging zetten. Dus uh, dat was een periode van uh, weinig mensen zien. Uh, heel veel lezen, heel veel kijken, heel veel vragen uh, en zoeken, 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 zoeken. En het is heel magisch hoe dan eigenlijk wanneer je bepaalde dingen vraagt, hoe antwoorden naar je toe komen. Ja. Of het nou in boeken is, of dat je ineens iemand ontmoet die bepaalde dingen zegt. Antwoorden komen dan op allerlei manieren toe. Maar dat was echt het begin van een spirituele reis met heel veel uh, schaduwwerk. Ja, ja. En, en, en wat is het meest opvallende antwoord uh, die naar jou toe kwam dan? Um... Wat mij het meest, uh, het thema of op welk vlak uh, er meeste beweging is geweest in die periode, is nee. religie. Religie. Ah. Religie. Ja, ja. Dat ik echt beseft van wauw, ik heb religie op een bepaalde manier meegekregen. En ik doe het al zo lang op een bepaalde manier. Wat echt religie en mijn connectie tekort doet. Mm -hmm. En toen ik dus in eerste instantie besloot, ik ga onderzoeken... En om te onderzoeken of ik islamitisch ben, wil ik weten wat er nog meer is. En um, had ik dus het gevoel dat ik eigenlijk een beetje aan het wegbewegen was van islam. Ik ging heel erg verdiepen in andere religies, filosofieën, um, gewoon oude culturen, gewoon van alles. Ja, ja, ja. En hoe meer ik dat deed, hoe meer ik antwoord kreeg op waarom we in islam bepaalde dingen doen. Dus um, ik bewoog weg van islam, omdat ik dacht: van ben ik het wel en ik moet het even goed onderzoeken. En door dat onderzoek ben ik islam veel beter gaan begrijpen. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Dat is mooi wat je zegt. En dat wens ik echt iedereen toe. Ja, dat wens ik ook iedereen. Maar wat jij hier duidelijk laat zien, uh, kijk, ik geloof ook heel heftig, maar ik ben niet iemand van religie. Dat snap ik. En, en, en redenen daarvoor zijn die je allemaal opnoemt, want ik geloof niet in het. Weet je, ik vind dat je iets zelf moet onderzoeken. Ja zodat je het echt kan omarmen. Ook, ja. ook uh, 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 met respect naar bepaalde geloof toe. Ja. Want nu ben je dedicated. Ja. Kijk, ik geloof ook niet, maar dat ben ik, hè? I'm just talking. Ik geloof ook niet in, uh, ik wil die dame. Zij uh, uh, beleidt dat uh, uh, geloof. Oh, en nu ben ik het ook, en nu mag ik met haar trouwen. Dan is het toch niet ja. eerlijk tegenover nee. het geloof, vind ik. Dan, komt het toch niet van, dan vertrek ik toch niet vanuit het juiste punt. Daarom zei ik net, ik wil iemand die gelovig is, niet per se religieus. Nee, nee. Dus inderdaad vanwege dat. Dat vind ik, hè, dat heb ik nooit begrepen. En ja. dan is het allemaal goed. Als ik ja. zeg van oké, okay, en nu ben ik ook dat. En alleen, want eigenlijk ging het je om die vrouw. Ja. Of om die man. Klopt. En toen ben je, ja, maak mij dan maar ook dat. Ja. Vind ik niet eerlijk tegenover het geloof. En ik vind het ook raar dat mensen dat accepteren. Uh, want we weten het allemaal best dat het ging om ja. die vrouw. Ja. <laughs> uh, dus ik heb daar nee, ineens vragen bij. Voor mij is het duidelijk, religie is niet voor mij. Uh, maar ik vind het maar dat is jammer. Ja? Dat waarom je op basis van nou, hoe mensen voorbeeld. religie gebruiken. Juist, juist. Dus zegt religie is niks voor mij. Nee, ik zou je mm. zeggen waarom. Ik ga het anders voor worden. Ik vind religie niet bij me passen. Met alles wat ik lees ja. en meekrijg, vind ik één bepaalde religie aanhangen niet bij mij passen. Ja. Want ik heb mijn relatie met gado. En ja. jij gaat die niet voor mij invullen. invullen. Niemand ja. niet. Ja. Dat is hoe ik uh, leef daarmee. Ja. Religie uh, vind ik niet iets verkeerd. Ik zie het hoe het mensen helpt. Uh, daarom, kijk, ik geloof misschien niet hierin. Maar dan heb ik familieleden die wel daarin geloven. En die vallen bij mij. Dat sturen dan berichten naar mij. Uh, uh, maar dan zeg ik van, oké... Okay, de intentie kan ik waarderen. Ja. Ja. Want jij, volgens jou, gaat dit mij helpen. En... Daar heb ik alleen maar liefde voor. I love it, blijven doen. Yes. Want dat is het, in intentie. Uh, of ik nou wel of niet uh, daarin geloof, is wat anders. Maar het gaat me om die intentie, want daar geloof ik wel in. En ik geef jou diezelfde liefde terug. Maar als je het op mensen gaat drukken. Ja, want als je dit niet doet, dan gaat, daarom gaat het slecht met je. Als je... Eh, ja, nee, dan ben je verkeerd bezig. Ja. En zo zit ik erin. Ja, religie zou eigenlijk iets zijn waar je kracht uit haalt. En wat je een beter mens me maakt. Krachthoop, inderdaad. Dat allemaal, ja. ja. Uh, maar ik, en, en, uh, mijn afkeer, want, want daar leek het even op, maar mijn afkeer komt wel van die judgmentalheid van mensen. Ja. Ik ben dit en jij dat niet en dan is het niet goed. Dat zeg ik, dan zeg ik, dan heb je het niet goed begrepen. Uh, want voor, voor mij is de basis dat je een goed mens probeert te zijn. Dat moet de basis zijn. En als religie als tool jou daarbij helpt, good for you. Maar uh, kom me niet zeggen dat omdat jij en jij, uh, jij daarin geloven en ik niet dat jij een beter persoon bent voor mij, want dan ben je al slecht bezig. Ja. Dan ben je al bezig met het zijn van een niet goed mens, want je bent aan het judgen om jezelf beter te laten voelen. Hou mij daar buiten. Daarom zeg ik, goed voor je dat je bent gaan onderzoeken en zei, ja. oh ik ben wel degelijk ja. uh, een islamiet. Klopt. Ja. Uh, ik, 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 ik... Wat heeft dat voor je hart gedaan? Wat heeft het voor mijn hart gedaan? Um... Want je zal, je he je zal uh, moeten hebben getwijfeld aan jezelf. Van, oh, oh mijn god, kijk waar mijn gedachten gaan. Damn. Want je bent ermee opgegroeid. Je hebt het om je ja. heen. Je kan je heel slecht hebben gevoeld over jezelf. Kan ik me voorstellen. En uh, um, omdat Gado met je is, heeft hij je, je toch laten zien. No, no. no Maak die. Ja. Bewandel dat pad. Nou, het heeft me laten zien dat ik heel veel angsten had. Want ik durfde heel lang dat onderzoek niet aan te gaan. Merkte ik, ik zat steeds met die vraag, maar ik durfde niet, niet te zoeken. Niet al lang, al jaren? Um, jaren nou, maar je dat het, het sluimert, maar, uh, weet je wel? maar dat het nu allemaal zo tot stand komt. Ik, ik voelde me een zeg maar, soort van bevroren: van, er zit van alles in je hoofd en je wil er iets mee, maar ik kon me er niet toe zetten om het te gaan doen. Ja. En daarin merkte ik: van, nou ja, ik ben echt gewoon bang. Ik ben bang voor het antwoord. Ja. Vooral die laatste vraag: van ben ik wel echt islamitisch? Geloof ik wel in een God? Stel je voor dat, ik dat onderzoek en dan komt dat het iets het antwoord uit. nee was. Oh, nee. Maar het klinkt, als ik zo naar je luister, alsof je dan tegen die tijd wel ready was voor dat antwoord. Ja, dus op een gegeven moment toen ja. ik realiseerde, want alles, het is een bewustwordingsproces, dat is spiritualiteit. Gewoon bewust worden mm -hmm. van jezelf en je omgeving en daar zijn levels van. En ik merkte dus van oké, okay, ik ben dus bang voor dat antwoord en dat houdt me tegen. Uh, nou, dat is dan weer een fase. En op een gegeven moment had ik zoiets van: maakt niet uit wat het antwoord is. Kom ik in een acceptatieproces? Ik ga het accepteren. Als uit mijn onderzoek blijkt: God bestaat niet, islam is onzin. Yes. Stel, als dat eruit als, komt, ja. ga ik dat accepteren. Ja, en, en ga ik dat leven. Ja, ja, ja. En pas toen ik dat had besloten, begon, begon die reis. Juist, yes. er kon geen uitkomst jou uh, helemaal van je pad brengen, want dat kan gewoon zomaar, hè? Ja, dat kan. Jij was ready ja. voor uh, wat de uitslag ja. zou zijn. Ja, wat je dan ook gaat doen, dan ga je anders onderzoeken, hè? Ja. Want wat heel veel mensen doen wanneer ze iets onderzoeken is van, oh, dit is wat ik geloof. Aan hun waarheid gaan ze. En dan gaan opzoeken. ze op zoek naar bronnen die eigenlijk ja. gewoon bevestigen ja. wat zij geloven ja. en Juist. waarom dat dan zo goed is en ja. daar de verdieping in. Terwijl als je echt wil weten of je gelooft in een bepaald iets, mm -hmm. dan zou je bronnen moeten gaan onderzoeken die tegenspreken wat jij gelooft? En dat is wat ik meer ben gaan doen. En dan komen die taboe onderwerpen. Dit mag niet, dit kan niet, dit is dit, dit is dat. Onderzoeken. Ja, ja, ja. Taboe breken dat je er bent. <laughs> en, en, en dat voor jezelf. Uh, ik kan geen betere reden bedenken dan het uh, taboe te breken dan, uh, voor jezelf. Voor jezelf. En waar ben je vandaag de dag, als we het vergelijken met waar je toen was, toen je zo in die verloving zat? Dat Iedereen is zo blij grappig, natuurlijk. want eigenlijk zit ik in bijna dezelfde fase, maar op een andere manier. Oh ja? Ja. En, en dit keer, is het uh, gericht op wat? In die fase werkte ik in de media. Had ik net een nieuw appartement, nou, een nieuw appartement, redelijk nieuw appartement. Uh, leuke vrienden. Uh, even kijken. En gewoon bezig bij. Oké. Okay. Vandaag de dag, jaren later, dus ik was uit de media gestapt, dingen veranderd, noem maar op. Vandaag de dag heb ik een uh, centrum voor spirituele groei. Mm -hmm. uh, en probeer dus eigenlijk mensen mee te geven, tools mee te geven die ze kunnen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt en wat voor mij heeft gewerkt, ja. uh, geef ik door. Dat is één kant. Uh, ik heb een nieuw appartement. En ik werk weer in de media. Oké. Okay. Ik ben weer terug in de media in. Maar op ja. een andere manier. Alleen nu? Anders. Heeft er een schoonmaak plaatsgevonden? Ja. Als het goed is. Ja. Hier en hier. Is dat hem? Ja, want uh, dus in die fase acties van: weet je dat je geen doel hebt. of dat je niet echt weet waarom je bepaalde dingen doet. Dus ook het werk. Uh, media begon me op een gegeven moment steeds meer tegen te staan. Ver. Juist. Um, wat zijn wij eigenlijk aan het doen? Wat is het effect op de mensen? Bla bla bla. Dus op een gegeven moment ging dat gewoon een beetje tegen mijn geweten in. En um, nu werk ik bij een, een zender, dat is een alternatieve mediakanaal. Mm -hmm. uh, een beetje een soort uh, aanvulling. Ik zal het zeggen, aanvulling op mainstream media. Alles wat niet in mainstream media besproken wordt, yeah. dat bespreken we bij Blackbox. Ah, uh, oké. Okay. Ja, dus uh, het is media op, uh, aan de andere kant. Oké. Okay. En eigenlijk dus wat ik hier hoor, want je doet precies hetzelfde. Iets anders. Nu, nu, nu geef je een omschrijving van uh, hoe deze mediagroep in elkaar zit en wat hun missie is. Ja. Maar eigenlijk doe je dus weer precies hetzelfde. Is het dan niet gewoon dat je bent gaan werken aan je mindset? Want nu heb je de juiste mindset ja. om in elke setting te worden gegooid. En kom goed met mij. Ja. Hier en gaat het nu niet zie missen in ieder, ik ieder geval. Ook iets beter wat ik. Ja. waarom is ik helpen. doe wat ik doe. Dus de mensen ja. die ik help, nou ja, is gewoon omdat ik mijn eigen proces. Uh, door heb gemaakt en door aan het gaan ben en denk van ja, dit, dit wil je iedereen meegeven. Dus gewoon echt connecten met de binnenwereld. En nu met media, uh, waarin we dus gewoon heel kritisch zijn en alles mogen zeggen. wat uh, sommige mensen niet willen dat je zegt. Uh, mensen heel bewust maken van de buitenwereld en de wereld waarin we leven. Ja, ja. en het systeem en noem maar op. Dus uh, er is wat meer purpose. Yes. En dat is eigenlijk met alles. Ik, vroeger nam ik allerlei klusjes aan en deed ik dingen. Mm -hmm. en, en nu kijk ik gewoon via, ja, heb ik hier zin in? Wil ik dit echt doen? Ondersteun ik het project echt? Mm -hmm. Deel ik dezelfde visie? Uh, omdat het... Uh, je, je ziet gewoon steeds meer waarde in van alles. Ja. Waaronder je tijd en de aandacht die je hebt. Mm -hmm. En die is minimaal. Purpose. Ik krijg dat je die terug? Purpose is het thema, denk ik, voor jou in jouw leven. En uh, ja. daarom ben je ook, daarom is die pool ook zo klein. Ja. Als het geen purpose heeft, dan begin ik ineens aan. We gaan voor kwaliteit, toch? Dat was ja. het toch? Geen kwantiteit. Ja, nee, ik ben het ermee eens. Ik ook ja. hoor. Ik maak geintjes hier en daar. Maar uh, ik zal je zo meteen even uitleggen. Niet dat ik dat niet wil delen met de mensen hier, maar misschien heb ik dat al vaak genoeg gedaan. Dan ga ik niet in de herhaling vallen. Um, Heel interessant, want ik volg het en ik schaam me eigenlijk ervoor. Want kijk, ik ben dan een inheemse, uh, een Native eigenlijk. Uh, en uh, mijn interesse heeft altijd uh, gelegen bij, uh, hoe noem je dat? Ayu... Ayahuasca. ayahuasca. Kijk, maar is goed zo, want ik moet me ervoor schamen. Want dat komt dus van de Natives. Vertel ons over Ayahuasca. Want jij hebt sessies gedaan, nog steeds doe je die, toch? Ja, want ik mag dacht ik dat een, is... Mag ik een brede trekken? Ja, psychedelica. leg me uit. I don't know. Leg me uit. Ayahuasca, San Pedro, mushrooms. Het, het zijn psychedelica. Juist. Uh, en psychedelica zijn uh, uh, natuurlijke planten, mm -hmm. of schimmels. Uh, die je kan nemen. En als je daarmee verbindt, dan leer je jezelf kennen en leer je de wereld kennen. Het, 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 het verbreedt je bewustzijn, het verhoogt je bewustzijn. Dus ja, je gaat uh, uh, dieper leren kijken. Want al dat soort dingen, zoals ayahuasca, ben je dus ook gaan doen daarna. Eenmaal het besef ja. en omarmen van spiritualiteit is ook een onderdeel. Uh, die handelingen die erbij ja. komen, zoals bijvoorbeeld, want dat is een plant, hè? Uh, dat Ayahuasca zijn twee planten die ze missen. Het zijn maken. twee planten. Ja, het is ja. een groep uh, planten. Maak ze een soep, een soort van soep. Maar van. ik hoor dan ook sommige mensen zeggen, want je zegt een pardo is daar ook in. Van sommige mensen zijn, zeggen van, nee, dat is niks voor mij. Ik ben liever een pardo persoon. Ja, ja. Dat dus... heb ik ook. Stiekem. Oh, toch wel? Ja, stiekem heel openlijk. Ja, ik, kijk, ik geloof dat um, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar San Pedro of Ayahuasca, het, het groeit in bepaalde gebieden. Ja. Yeah. Um, dus. Ik heb het in Amsterdam gedaan. Maar idealiter wil ik dat doen op de plekken waar het groeit. In het Amazonegebied. Amazone, in het Amazone ja. waar het geplukt wordt door de mensen die dat al jaren of generaties doen. Weet ja. je, echt een shaman van daar. Juist. Dan denk ik dat ik de volledige ervaring krijg van ayahuasca. Want het gaat niet alleen om de plant, maar het gaat om de, de, de energie, ja. de spirit waarmee je verbindt. Juist. En ik denk dat dat het daarmee tot zijn recht zou komen. Ja. Um, dus. Ik ben er niet op tegen, maar ik heb wel zo mijn um, bedenkingen over bedenkingen over al die mensen die dan uh, dingen importeren mm -hmm. en daar hier dan. Maar dan wordt het een business, lijkt het bijna wel. hè? Ja, maar dat is met alles. Ja, en dat is ook de bijna wereld waarin we leven. Daar dus, nee, kan ja. je niet omheen. Ja. En prima dat het een business is, mensen moeten eten, maar ik ja. denk dat het de plant tekort doet. Ja. Ik denk dat, dat het je ervaring tekort doet. Op het moment dat je naar Brazilië gaat of waar dan ook en je gaat daar daarmee verbinden, denk ik dat je een heel andere ervaring hebt. Dus het is gewoon meer van alles wat lokaal groeit. Ga je dat Pro nog doen? Ik wil dat wel doen, ja. Ik, okay. wil, ik wil een keertje naar Peru. Mm -hmm. Brazilië lijkt me ook heel fijn okay. om dat daar te doen. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar mushrooms, mm -hmm. dat groeit overal ter wereld. Dus ik geloof dat bijvoorbeeld een, een, een schimmel als mushrooms is voor iedereen, want het groeit overal. En dat uh, de planten die wat lokaler groeien, dat het ook gewoon meer lokaal. Um, Gedreven mag blijven. Dus dat betekent niet dat mensen daar niet kunnen nuttigen. Maar ik, ik ben meer een voorstander van dat lokale mensen dat dan ook ja, gaan faciliteren. Ja, ja. Uh, maar even voor de leek, dan heel uh, simpel. Wat heeft dat voor je gedaan? Ayahuasca, die Pardo's, wat doet dat voor je eigenlijk? Wat het doet. Um, het heeft mij heel bewust gemaakt van alles wat in mijn onderbewustzijn zit. En in je onderbewustzijn zit eigenlijk. Alle ideeën, alle gevoelens, alle gedachten mm -hmm. um, waarmee jij geprogrammeerd bent. Dus het is een soort van je database, alle informatie, mm -hmm. alle ervaringen die je ooit hebt opgedaan in je leven, ja. die zitten in je onderbewustzijn. En jouw onderbewustzijn die bepaalt voor 95% elke dag mm -hmm. wat jij zegt, wat jij doet, hoe je denkt en hoe je voelt. Dat doet jouw onderbewustzijn. Dus jij denkt misschien, oh, ik word wakker, ik heb een theetje gezet... ik ga nu een uh, sweater uitzoeken, dit trek ik aan... Dan stap ik de auto in en een rijd naar een mattie. Jij denkt dat jij kiest wat jij gaat doen. Mm -hmm. Maar heel veel van de dingen die jij doet en die je zegt... je scripts, komt allemaal uit je onderbewustzijn. Ja, ja. En je onderbewustzijn um, wordt vooral geprogrammeerd tussen 0 en 7 jaar. Mm -hmm. Dus eigenlijk alle ideeën en dingen die je daar hebt meegekregen... Ja. Op basis daarvan leef jij nu en uh, zijn jouw ideeën daarop gebouwd. Mm -hmm. Dus wat Psychedelica voor mij heeft gedaan, is meer toegang krijgen tot mijn database. Mijn onderbewustzijn. zijn. Yes. Eigenlijk alles wat daar zit. Alsof ik er doorheen mag kijken. Waardoor ik dingen van mezelf ben tegengekomen die ik geloof, of die ik voel, of die ik doe. Waarvan ik sinds 32 jaar bewust. Zeg van ja, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet zo geloven, denken of doen. Want ik weet dat het anders kan dan dat. Okay. Dus als we het hebben over mensen die uh, last hebben van bepaalde angsten of schaamtes, andere tekortkomingen, schuldgevoelens of die, noem maar op, yeah, yeah. Uh, depressie, jaloezie, Precies. noem maar op, uh, heeft allemaal te maken met ideeën en informatie wat opgeslagen zit in je onderbewustzijn. Mm -hmm. En die, dat gedeelte van die database kan je dus bereiken? Die kan je bereiken. Die wordt helderder? Ja, en dan kan je hem gaan opruimen. Juist. Want als er vals documenten in jouw uh, database zitten... die eigenlijk verder niet goed zijn voor jouw systeem... Klop, ja. en ze zijn daar, nemen ze alleen maar ruimte in... en ze worden gerund. Haast, Het dat zijn serious. programma's die gewoon lopen, ja. ja. ja, ja. Precies, dus, en dat is dus eigenlijk wat ik ook zie als schaduwwerk... Dat je dus meer naar je onderbewustzijn gaat, meer naar je ja. schaduwkanten en eigenlijk alles wat daar zit. Het duister, dat je die probeert te transformeren naar, naar het licht, naar iets goeds, naar kwaliteiten. Ja. Dus dat je, je heel bewust je angsten gaat overwinnen. Kan dat ook verkeerd vallen, omdat je er niet ready voor bent? Kan absoluut zo zijn dat je er niet ready voor bent. En dat het uh, verkeerd valt. En uh, dat je hem heel verkeerd ontvangt, dat ja, kan dus... zeker. Dus wacht, laat ik het zo zeggen. Want verkeerd ontvangen, wat is verkeerd ontvangen? Nou, dat het verkeerd valt, daar wil ik het op houden. Dus jij denkt, oh, ik heb dit verhaal gehoord. Ayahuasca ga ik doen, of Pado ga ik doen. Uh, Dan bereik je die bewustheid, maar je bent je ben niet ready voor wat je te zien krijgt. Ja. Dan laat je hem niet vallen. Oké. Okay. Want je blokkeert eigenlijk de val. De val is, Goed. je hebt iets genomen en. Um, als het goed is met een intentie, want ik ben een voorstander van dat je het wel gewoon in een ritueel Die, doet met yes. de juiste intentie. Kijk, als jij uh, mushrooms of ayahuasca neemt op een festival met yeah, ik weet niet hoeveel yeah, duizenden yeah, mensen en, nee. en okay. weet je, of in een verkeerde omgeving het met de verkeerde over, mensen, that, 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 dan uh, ga, ga, ga je het met gevaar in krijgen. En dat is. Je hebt een purpose, if you have an intention en yeah. je doet het meer in een ritueel, yeah. um, dan ga je ook met respect met je omgeving om met de planten om dus dan krijg je een hele andere ervaring betekent niet dat het niet uitdaging zal zijn Juist. maar de plant of de schimmel die kan je dus toegang geven tot bepaalde informatie Juist. maar als jij niet wil dat dat kwartje valt Juist. en jij gaat de val ga jij blokkeren mm -hmm. dan kost dat jou heel veel energie ah. en dat is vaak een bad trip dat je eigenlijk iets wat er is dat je die niet kan aankijken of accepteren zoals het is. Mm -hmm. En dat je er tegen ja, precies, precies. verzet, dat ja. je weerstand biedt. En daarom is dit ook een, een goed alternatief, of misschien een, volgens sommigen een beter idee, uh, voor als je er niet uitkomt met mental issues. Je hebt ja. van alles geprobeerd: mental issues, maar ook lichaampijnen en dat soort dingen. Uh, het helpt bij heel veel dingen, ja. toch? de pensie, uh, alles, we, we, we maken de uitkomst heel romantisch en ik geloof dat ook maar we moeten erbij zeggen dat bijvoorbeeld bij ayahuasca is ook verhalen van er gaan ook dingen eruit hè ja. aan de achterkant en hier eruit ja. lichamelijk ja. het kan heel heftig zijn Goed. maar uh, aan het eind is het de moeite aan waard en einde van ik de einde verhalen het licht. maar ik ja, maar ik hoor ook dus ook verhalen van mensen die dat hebben gedaan en toch tot de uitkomst zijn gekomen en toch vallen paddos beter bij mij ja. ik heb ayahuasca even gelaten voor wat het is maar ik vind het mooi wat je daar zegt Jij doet het dan hier in Amsterdam, maar jij weet nog niet hoe dat is om dat in die juiste setting ja, te doen. Ja. Waar het vandaan komt ja. met de shaman uh, uh, die dus met de juiste energie met jou gaat zitten. Ja, ik denk dat dat een andere ervaring zal zijn. En dat kan ook gewoon mijn ervaring zijn. Hè? Want ik geloof dat heel veel mensen gewoon hier in Amsterdam een hele goede ayahuasca ja, eten ja. hebben. Maar dit is jouw ervaring. Dit, ja, inderdaad. precies. Ja, ja. Nee, het heeft altijd mijn interesse gehad. En ik denk dat ik het ooit ook nog ga doen om hè, ja. bepaalde dingen even goed helder te krijgen. Uh, dan zorg ik er ook ergens dat mijn financiën op orde zijn. Uh, ik geloof al. Uh, ik ben niet een 9 to 5 dude. En dan kom ik in. Die pool van je zinnen. <laughs> ik denk al, dit zijn allemaal hele bekende termen. Waar gaan we naartoe? <laughs> nee, leuk, 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 leuk. Hey, in, bloedje interessant. Ja, uh, yeah, I love it. Ja, ik, ik denk echt dat. Uh... Ik ga het sowieso doen, hoor. Ja. Ik ga het sowieso doen. De ja. vraag is wanneer. Ja. Want ik ga het doen bij uh, mijn mensen. En, bij en daarna die wel een uh, Ghilly slavlijn opnemen erover, hè? daarna uh, een, een, een full body orgasme. Ja. <laughs> Drie keer per dag. Dan ben ik ready. Doe je mee. Je <laughs> hoeft geen antwoord te geven. Uh, Senna. In Gillies Love line, uh, probeer ik dan wel eens een liefdescoach tevoorschijn te halen. Mm. Uit de miljoenen liefdesquotes die er zijn. Soms zijn ze zo stereotyp of zo corny, maar vaak heel erg waar. Daar kom je niet omheen. Of dat nou gaat over de liefde, of relaties. Ik gooi hem dan op tafel en dan wil ik met mijn gasten op inzoomen. Om te kijken wat we daarvan vinden. Misschien okay. vinden we er niks van. Of misschien denk ik van, hmm, daar heb ik wel iets over te zeggen. Ja. Of van, oeh, wat confronterend. Ik ga naar huis. Kan ook. Uh, ze zeggen namelijk you learn more about someone at the end of a relationship than in the beginning. Oh mijn god, dit is mijn quote. Is dit jouw quote? Ik heb een quote. Zie hoe ik ben met één. Deze komt uit pure echte levenservaring, Talk niet mijn me. scheiding met die van mijn ouders. Yeah. Wat mijn scheiding was. En sindsdien zei ik van, je leert iemand niet kennen wanneer je gaat trouwen. Je leert iemand kennen wanneer je gaat scheiden. Boom, eigenlijk is dat het, hè? Ja. Dus niet aan het begin van een relatie, maar aan, aan het, het einde. einde. Ja. En waarom komt deze zo aan? Deze komt aan omdat ik, dit heb ik echt, um, en dit heb ik gewoon zo ervaren, want dat je echt tijdens een scheiding ineens kanten van iemand ziet dat je denkt van, wow. Oh, dit ben jij. Oh, wow. Je bent tot dit toe in staat. staat. Wauw. Dat is heel... Uh, daarom raakt het mij zo. Maar uh, wel weer meteen een hele mooie les. Want ik denk dat... Um, als je dan al gaat trouwen... Hoe moeilijk het ook is, want ja alles gaat goed en je bent misschien verliefd en uh, je bent in een hele goede fase van je leven. Ik denk dat wanneer je gaat trouwen... Dat het heel belangrijk is dat je gaat nadenken over een contract. Wat als het misgaat? En dat moet je convenant zijn. Als het misgaat, dus in een, wanneer, je nog, wanneer je nog gaat trouwen, wanneer het goed gaat met je, moet je om tafel gaan zitten en op papier gaan opschrijven. Wat als het misgaat? Wat doen we met dit? Wat doen we met dit? Hoe verdelen we dit? Hoe gaan we dit doen? Hoe pakken we dit op? Hoe zijn de verantwoordelijkheden? Hoe is de zeggenschap? Alles bespreken. Het feit dat uh, jouw partner daarmee instemt, geeft al uh, een grote kans op slagen. Want niet iedereen. Elke vrouw, denk zo. Vooral als, of als één partij heel veel geld heeft, ja. bijvoorbeeld. Ja. Want dat zou, zou je, prinsesje toch, vroeger, prinsesje? Ja. ja. Uh, zeg nou voordat je die hele journey hebt gedaan, en hij komt bij jou, hé, hey, we gaan een nou contract even neerzetten. Ja. Accepteer je dat, prinsesje, toen de tijd? Want we praten niet zo lekker soepel. Nee, ik zou dat heel aanstootgevend vinden. Dat van, bedoel wat ik. Wat fuck wil jij met mij gaan bespreken? Want als het wat? misgaat? Gaat toch goed we dan? Goed. We gaan toch trouwen? We gaan <laughs> toch niet scheiden? Juist. Wat zeg je nou? Ja. Maar dat is zo belangrijk. Ja. Dat, dat probeer ik mensen uit te En wat is er meer liggen uit, cameraman? Dat loekoe. Op papier. Wanneer het misgaat. Want wanneer je verliefd bent, ben je niet bij nee. volle verstand. nee. Komt de emotie kijken. Emotie en dat ja. alles is mooi. Actie, reactie, maar, 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 maar juist ja. als je verliefd bent en elkaar respecteert en van elkaar houdt, zeg je: hé, hey, het leven is het leven. Ja. Laten we dit in ieder geval goed zetten. Ja. Uh, dat, mocht het uh, verkeerd gaan, dat we op een goede manier uit ja. elkaar gaan. Maar dat dwingt je dus ook om in tijden waarin het goed gaat. Dingen te bespreken die misschien niet zo heel leuk zijn. En in dat proces leer je ja. iemand ook heel goed kennen. Ah. Hebben we er, heb er wat gedaan? Nee. nee. Hoe zou jouw contract eruit zien? Ik weet het wel, hè? Ja. ja nu, we hebben het over en ik weet het nu al. Maar hoe zou jouw contract eruit zien? Um, het zou denk ik vooral gaan over kinderen. Ik zet je onder sport. Oeh. Dat zou ik zeggen, doe iets. Wat? Dat zou ik zeggen, want het enige wat ik zou vragen is, ga niet gek doen met mijn kinderen. ja. Yeah. Of we het wel niet mogen yeah. zien van mijn kinderen, en voor de rest mag je alles. Yeah. Houden. Ik heb toch niks. Kinderen. Maar kinderen, hè? Ja. Het is echt uh, kinderen. Wat gaan we doen met kinderen? Wow, Hoe goeie. gaan we mee om? Tot in detail, zodat ja. daar geen uh, ja. misvatting over is. Ja. Goed. Leuk dat je Ja, lijkt me komt. niet makkelijk, maar ik. Uh... Nee, ik, uh, want jij vindt uh, die moet zo worden opgevoed. Ja. En ik vind die moet zo worden opgevoed. Ja. En dat lukte prima toen we verliefd waren. Maar nu zijn we niet verliefd. En dan gaan we moeilijk doen. Klopt. Ja. Oh, dit heb jij meegemaakt? Uh, opvoeden van kinderen niet. Maar dat je... Nee, want jij gaf net het voorbeeld. Je maakt het persoonlijk en zegt in de scheiding van mijn ouders. Ja. Uh, denk je dat dat heeft meegespeeld naar hoe jij kijkt naar de liefde? Absoluut. <laughs> Absoluut. Ja, uh, de dynamieken tussen mijn ouders uh, en hun scheiding heeft heel veel invloed gehad op hoe ik kijk naar relaties en mannen en ja. absoluut. Ja, ja nee, dat, uh, ik heb daar heel veel mooie dingen gezien. Ik heb daar heel veel dingen gezien van dit ook absoluut niet zo. En ik heb ook gezien hoe je iets wat je inspirerend kan vinden als jonge vrouw om te zien bij je moeder. Om te zien hoe dat uiteindelijk bijvoorbeeld ook iets kan zijn... wat een relatie kapot maakt. Dus dynamieken, dat je ja, is, dynamieken is. ziet. Ik heb laat, om het iets minder vaag te houden... ik heb bijvoorbeeld dus bij mijn ouders gezien hoe het mis kan gaan... wanneer je als man je vrouw geen vrouw laat zijn... en wanneer je als vrouw je man geen man laat zijn. Oké. Okay. Dan gaat het mis. En dan komen we dus op al die stukken... huishouden, financiën, opvoeding... Oké, okay, maar dan ben ik benieuwd. Uh, hoe, uh, wat is een specifiek voorbeeld waarin je een vrouw een vrouw moet laten zijn dan? Nou ja, dat is... In de eerste instantie de vrouw zelf. Wanneer voel jij je vrouw? Wanneer ben jij vrouw? Ja. Um, en voor de man ook. Dat je dat voor jezelf na... Uh, weet je, wat, wat is dat voor jou? Uh. Maar ik zag bijvoorbeeld in hoe een heel traditioneel gezien... waar we gewoon de standaardrollen hebben. Die werkt buiten, die is binnen. Die uh, verdient het geld, die... Uh, Snap je? Dat is heel de hele standaard ja. traditionele rolverdeling. Hoe de dynamieken veranderen wanneer dan man thuis komt te zitten, vrouw buiten werkt, vrouw eigenlijk een droom heeft, ja. daarvoor gaat sparen, dat realiseert zonder man de dynamieken die dat dan tussen de man en vrouw brengt, mm -hmm. wat zeggenschap dan ineens doet, dat dan zeggenschap ineens ook ja. uh, andere invulling krijgt en hoe iemand daardoor zich geen man of vrouw meer voelt. Mm -hmm. En de dynamiek, dus eigenlijk heel erg op spanning zet. Ja, ja. Want ja, als we teruggaan naar dat andere voorbeeld. van hè, je bent een uh, getrouwd stel. Uh, tien jaar lang heeft jouw man alles gedaan. en jij hebt niks hoeven te doen behalve prinses zijn. Ja. En ineens is uh, de man uh, in de ziektewet. inkomen is gedaald. er moet meer verdiend worden. wat doet die vrouw nou? Als je dus bijvoorbeeld een vrouw hebt. die... Eigenlijk heel erg overtuigd is van een man moet dit doen, weet je, hij is de kostwinner ja. en zij gaat ineens werken. Gaat ze misschien haar geld verdienen met een attitude? Oh ja, 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 ja. ja. Of met een bepaalde wrok of met een bepaalde: he, van mm -hmm. eigenlijk wil ik dit helemaal niet doen, whatever. En dan krijg je wie betaalt, bepaalt. En op het moment dat dynamieken daar dan niet helemaal lekker yes. zijn, want jij zit eigenlijk met overtuigingen die nu niet werken mm -hmm. in de praktijk, ja, dan fokt het shit op. Uh, ik hou van deze Lobita, heb je genoten. Jazeker. Oké, okay, want we gaan hem namelijk afronden en dan ga ik je nog persoonlijke dingen vragen. Maar dat is niet voor Bill. Oké. Okay. Ja? Nog persoonlijker. Ja, ja, Weyo. Nog kan, kan persoonlijker. <laughs> nog persoonlijker. Nee, I love it. Maar hey Senna, je geeft uh, 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 les dus in intern jezelf uh, uh, vinden. Ik noem het even zo. Uh, wat moet ik van je checken? Waar moeten we je gaan opzoeken? Um, als je me wil opzoeken, kan het via Instagram. Sen7, S-A-N-S. Seven, okay. uitgeschreven. Um, ik denk dat dat een goede start is. Vanuit daar dan uh, vind je ja. veel maar Maak moeite, is. want zij is ook gewend uh, een zoektocht te starten. Maak jij ook moeite, dat is het verhaal. Nee, uh, leuke vrouw zoals je ziet. Uh, leuk dat je erbij geweest je wel, ah, het nou is. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja man, sowieso. Hé, hey, uh, zoek mij op. Uh, niet heel moeilijk. At op Instagram. Nog belangrijker vind ik dat je deze lobby movement uh, ondersteunt doe dat door sowieso te abonneren op het YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Misschien luister je nu op Spotify. Je kan ook op beeld zien hoe dat eruit ziet uh, hier Senna en ik. Uh, zeker doen. Uh, drop een like erop. Volg ons op Facebook en share. It. Ik had nooit gedacht dat ik het uit mijn strot zou krijgen, maar ik ben dus ook op TikTok. <laughs> Ik doe dansjes en zo. Is niet waar hoor. Maar ga checken. Ik doe wel uh, 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 leuke dingen. Uh, en ook dat is Ed Gilly's Loveline. Hé, hey, zoals ik altijd zeg. En dat blijkt maar weer. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah.